Kijk, wat ik fijn vind van Timebender is dat het een boek is wat, zeg maar, wat hier op aarde gebeurt in een veel groter perspectief zet. En er is dus op een bepaald moment een moment geweest waarop de star beings, de wat hogere dimensionele wezens bij elkaar zijn gaan zitten. En hebben gezegd van jongens, ja, weet je, we vechten elkaar nog steeds de tent uit. En is er een manier om dat op te lossen? Kunnen we niet voorbij aan die dualiteit? Het voor eens en voor altijd oplossen. Zodat we echt met z'n allen naar een hoger niveau gaan. Wezens die daar werden neergezet, prototypes, de Adam, dat waren wij dus, of onze voorvaderen, die waren gemaakt van het genetisch materiaal van zo ongeveer alle star beings die daar op dat moment aan meededen. Dus dat waren reptilians, dat waren Pleiadiërs, dat waren wezens uit Orion, uit Lyra, uit al die verschillende sterrenstelsels. Ons universum is een duaal universum. Dat betekent goed, slecht, Ajax, Feyenoord, Hindoes, moslims, Amerikanen, Russen. Het is altijd duaal van aard. En dat is lastig, maar het is ook heel mooi. Want het betekent ook dat je alles van allerlei kanten leert kennen. Soms ben je dader, soms ben je slachtoffer. Maar wat het ook betekent, is dat er altijd conflict is. Maar weet je, als we heel eerlijk zijn, dit systeem is natuurlijk al hartstikke verrot. Ik bedoel, kijk alleen al in het afgelopen anderhalf jaar hoe de rijken nog veel, extreem veel rijker zijn geworden. Mm. En hoe arme mensen nog veel armer zijn geworden. Ik bedoel, dit systeem is gewoon een verrot systeem. Yes, yes, yes. Welkom, lieve vrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En wij zitten vandaag in Landsmeer. Yep. Landsmeer, Aalsmeer. Ik haal het door elkaar. We zijn namelijk uitgenodigd door Tijn Tauber. En Tijn Tauber is onderzoeker. Hij is journalist ook geweest, een muzikant, meditatie-teacher en ook auteur van verschillende boeken, waaronder Timebender, wat ik een mega inspirerend boek vind, wat ik net uit heb. En ook wel een van de redenen dat ik hem heel graag aan de podcast wilde hebben. Daar gaan we het ongetwijfeld vandaag nog eventjes over hebben met Tijn. Voordat we gaan beginnen, want ik kijk erg uit naar deze podcast. Als jullie het tof vinden, lieve vrienden, jullie helpen mij door deze podcast te liken en het te delen op je socials en te delen met jouw vrienden. Abonneer je ook op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En als je een bijdrage wilt leveren, dan kan dat. Dan kan je namelijk naar www.jornluca.com gaan. Daar kan je een financiële bijdrage leveren, maar je zou bijvoorbeeld ook iets anders kunnen inbrengen, meehelpen met ondertitelen of iets anders wat je zelf bedenkt. Dat kan allemaal. Stuur dan even een mailtje naar info@jornluca.com. Jullie hulp wordt super erg gewaardeerd. Tijn, dank je wel, man. Jorn, wat fijn om bij je te zijn. Leuk. Wat ik eigenlijk vergeten ben te melden in de intro is dat we 3 of 4 keer of zo al dit hebben proberen te doen. Ja. Maar dat het er iedere keer toch net niet van kwam. Gek, hè? Ja. Maar nu wel. En ik ben eigenlijk wel heel erg blij, want ik zit echt gewoon lekker in mijn vel ook vandaag. De afgelopen week was een beetje een moeilijke week voor mij. Dus eigenlijk ben ik stiekem ook wel blij dat hij vorige week niet doorging. Maar dat hij ik ook. Is. Ik ook, want ik was vorige week, of eigenlijk tot gisteren nog, best wel grieperig. En het kan zijn dat ik af en toe dat mijn keel of mijn stem het een beetje begeeft, maar toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik van, ah ja, het gaat eigenlijk wel weer. Ik heb weer energie, dus ik ben inderdaad heel blij dat je eigenlijk nu pas er bent. Ja, had het toch zo moeten zijn, man. Precies. Het gaat gewoon precies zoals het moet gaan, natuurlijk. Mooi, man. Ja. Hey, ik zei in mijn intro al eventjes muzikant ook. Want het leven wat je nu leidt is nogal anders dan hetgeen wat je vroeger hebt gehad. En daar komen we denk ik ook nog even op te spreken, zo hoe dat met mij resoneert eigenlijk. Want ik voel daar best wel gelijkenis in. Ja. Maar je komt eigenlijk uit de punk, toch? Ja. Ja, ik ben geboren in 1960 en vanaf mijn 16e ongeveer ben ik in allerlei bandjes gaan spelen. En dus in 1976, dat was echt de opkomst van de punk in Engeland. En dat sloeg toen vrij snel ook over naar Amsterdam, waar ik toen zat. En dat sprak mij enorm aan. En waarom het mij aansprak, denk ik, is omdat het een soort van, we namen de regie weer terug. Wat heel veel parallellen heeft met deze tijd, vind ik ook. Van de hele muziekscene was een soort van enorm logapparaat met enorme grote monsterbands, weet je wel, die heel veel geld verdienden. En voor de rest gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Veel glitter en glamour en zo.
En de punkbandjes die hadden zoiets van, ja, fuck the system, weet je wel. We gaan het op onze eigen manier doen. Onze eigen feestjes, in kelders. En nou ja, dus in die vibe ging ik eigenlijk mee. En dus mijn eerste bandje, wat een beetje succesvol was, dat was de Pilots. En we hebben toen ook allerlei uitwisselingsprogramma's gedaan. We hebben in Berlijn bijvoorbeeld gespeeld. En dan kwamen de Berlijnse bandjes kwamen weer hier en zo. Het was een hele te gekke tijd. Maar het was ook een hele donkere tijd. Het viel ook helemaal samen met de kraakbeweging. Dus ik woonde natuurlijk ook in een kraakpand. En er was ook gewoon niks. Je kon niet anders. Maar het was dus de sfeer van toen was heel erg van no future, fuck the system. Weet je wel, je kunt wel gaan studeren, maar er is toch straks geen baan. Mm. Het was ook nog eens de Koude Oorlog. Dus er hing ook nog een soort nucleaire dreiging. Ik weet nog wel dat we ook echt met massaal veel mensen de straat op gingen destijds voor bandenbom, zoals dat toen heette. Dus het was niet een hele vrolijke tijd. Maar het was wel een tijd die mij een soort van power gaf of zo. Van oké, ik kan het zelf. Weet je, ik kan zelf de regie in handen nemen. En in ongeveer 1980, dus dat is zo'n 4-5 jaar daarna, toen speelde ik in een band waar we achtergrondzangeressen zochten. En een van de vrouwen die auditie deed was toen Monique Kleeman. En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik Monique zag, dat ik eigenlijk op slag soort van verliefd was. Maar ja, iedereen die haar zag was op slag verliefd. En dat was gewoon niet normaal wat een stralende bloem, prachtig wezen zij was. Maar ook super onervaren. Ik bedoel, de reden überhaupt dat zij auditie deed was omdat een vriendin tegen haar had gezegd van, ja, als ik jou onder de douche hoor zingen, af en toe dan denk ik van, ja, daar moet je iets mee gaan doen. Dus weet je wel, die had nog nul ervaring. Maar die had, nou ja, haar vriendin had haar eigenlijk, zeg maar, zomaar van naar voren geschoven gegaan. Die had die advertentie, denk ik, van ons gezien. Ik weet niet eens hoe dat is gegaan. Maar anyway. En dus die deed auditie. En die zong toen een paar liedjes in. En we hadden dat gelukkig opgenomen. Want ze zong zo zacht dat we eigenlijk haar stem niet konden horen. En toen s'avonds kwamen we thuis. En in onze lugubere kraakband. En ik zat zo met de koptelefoon zo te luisteren. Jezus, wat kan zij goed zingen. Dus nou ja, ik ben maar direct een verhouding met haar begonnen. En toen een jaar daarna zijn we Lois Lane begonnen. En dat werd een vrolijkere tijd. Ja, dus My Best Friend en Amsterdam. Dat zijn al liedjes die ik ook heb geschreven. En vooral Amsterdam zat nog steeds wel een beetje dat heftige in of zo. Maar My Best Friend was natuurlijk al veel liever. Mm. En ja, dat hebben we toen een jaar of 5 gedaan. En toen daarna kwam er bij mij een omslag. Een beetje denk ik vergelijkbaar met ook een omslag in jouw leven. Dat je op een gegeven moment zo lang in een bepaalde scene zit. En in mijn geval was dat toch wel, ja, best wel clichématig. Seks, drugs, rock'n'roll, weet je wel. Veel drugs. En ook wel een wereldje toch wel veel klatergoud of zo, weet je wel. Want je moest je toch laten zien op de hippe feestjes en erbij horen. En de platenmaatschappij en de fanclub en allemaal van dat soort dingen. Van die randdingen die. En ik ben begonnen voor de muziek, weet je wel. Maar op een gegeven moment ben je zo met die andere dingen bezig. En wat ook wel heel erg meespeelde was dat in alle interviews die we deden, eigenlijk Monique en Suzanne heel erg naar voren werden geschoven. Eigenlijk was Lois Lane waar gewoon die twee meiden. En dat snap ik, weet je, want het is natuurlijk een enorme eyecatcher en commercieel ook heel erg handig. Maar ja, ik merkte ook wel dat er een soort van, ik zat er voor de muziek en niet per se voor het plaatje of zo. Dus toen is de volgende omslag gekomen. Maar daar kom ik dus wel vandaan. En vandaar ook al die gitaren die hier nog hangen. Want ik speel nog steeds heel veel, maak nog steeds heel veel muziek. Ja. Wel grappig eigenlijk dat dat is het meest blijven hangen eigenlijk nu dit zou zijn. Maar dat die tijd toen jij zo in de punk zat, dat zo vergelijkbaar, tot some extent denk ik, was met wat er nu ja, gebeurt. Ja. Dus eigenlijk heb je het al een soort van meegemaakt een keer. Ja. Ja, en je klopt, ja. En ik merk ook dat sinds dit hele COVID-verhaal begon in maart 2020 was dat, hè? Mm. Ja. Dat de punk in mij ook echt weer omhoog kwam. Ik had meteen zoiets toen ik dat verhaal hoorde van die baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Er is iets gewoon niet dit. En toen voelde ik ook een soort hele sterke drang om daar een soort van tegen een opstand te komen, of in ieder geval een weerwoord te geven.
En wat ik toen heb gedaan, is ik heb een filmpje gemaakt. En dat deed ik eigenlijk, tot die tijd deed ik dat nooit. Ik schreef boeken, ik gaf lezingen, ik gaf concerten. Maar filmpjes maken deed ik eigenlijk nooit. Maar ik had toen heel sterk de behoefte om even mijn stem te laten horen en mensen eigenlijk een soort hart onder de riem te steken van jongens, weet je wel, blijf bij jezelf en blijf heel goed voelen wat voor jou waar is. En ik voelde namelijk toen ook al aan van dit gaat helemaal richting vaccinatie en helemaal die kant op. En sinds die tijd ben ik, want ik ben ook meditatieleraar en spiritualiteit is voor mij heel erg belangrijk. Ik heb 14 jaar ook echt als yogi geleefd. En wat je dan doet eigenlijk is, je trekt je ook een beetje terug uit de wereld en je gaat in hogere sferen zitten. Maar dit bracht mij heel erg weer op aarde. Ik had echt zoiets van, oké, maar wacht even. Hier moeten we ook wel iets tegenover gaan stellen, als het ware. En dus het heeft mij ook wel op een bepaalde manier in mijn kracht gezet. En die punk, die rebel, van stal gehaald. Ja, het zijn volgens mij bijna allemaal de mensen die eigenlijk al redelijk snel hun stem gingen laten horen na vorig jaar. De mensen die al wat rebelser zijn, ja. Toch wel. Hè? Dat is wel wat ik veel terug zie komen. Ook in de mensen die ik natuurlijk in de podcast heb en zo. Toch veel met een rebels randje, toch wel. Ja, ik heb nooit voor een baas kunnen werken, bijvoorbeeld of zo. Weet je, ik ben altijd iemand. Ik heb eigenlijk altijd gewoon mijn eigen leven uitgestippeld en gewoon gedaan wat. Ja, waar ik zin in had en waar ik blij van werd. En dat is eigenlijk altijd goed gegaan. En ik vind het heel moeilijk om in systemen te passen. En wat ik ook heb gehad, en dat herken ik ook bij veel mensen die nu hun stem laten horen, is dat ze zich altijd al een beetje vreemd hebben gevoeld in deze wereld. Mm-hmm. Eigenlijk vanaf kinds af aan al een beetje zo om zich heen kijken en dachten van, er klopt hier iets niet, weet je wat, maar wat of zo. Dus heel moeilijk om je vinger erop te leggen. En wat ik dus wel heel mooi vind van deze tijd is dat het ook nu heel zichtbaar aan het worden is. Wat heel veel mensen denk ik gevoeld hebben, dat er ergens een soort duistere onderlaag is die gewoon de boel hier bestuurt. En dat je ook denkt van, waarom verandert er niks? Weet je, waarom hebben we elk jaar weer vredesbesprekingen of klimaatconferenties of weet je, of weer een nieuwe politieke leider. Weet ik, nou, die gaat het dan doen, Obama of zo. Maar er verandert nooit wat. En het wordt eigenlijk steeds erger. Mm. Waarom is dat, weet je wel? En in deze tijd wordt dat heel zichtbaar, vind ik. En dus die duistere onderlaag. En dus dat is wel fijn. Het is eindelijk weten we een beetje waar we ons toe kunnen verhouden. En daar kun je dan iets tegenover zetten. En dat is die rebelse geest. Maar ook dus wat ik net zei, denk ik, echt een tijd waarin de mensen die zich sowieso niet zo heel erg thuis hebben gevoeld in deze wereld. En in Time Band heb ik daar ook over geschreven. Dus daar kunnen we straks ook over hebben. Dat die ook voelen van, oké, dit is mijn tijd. Mm. Nu is mijn tijd aangebroken om mijn stem te laten horen of mijn rol te gaan spelen. Ik vind het mooi dat je het zegt, want ik heb het hier laatst ook over gehad. Ik zei net al eventjes tegen je, weet je, ik ben best wel veel bezig met mijn eigen processen en zo. En wat ik ben dus gaan nadenken. En eigenlijk vanaf het moment dat ik mij, ik kan me heel goed herinneren dat ik ben in Zuid-Afrika opgegroeid, dat ik naar de crash ben gegaan daar en later naar een internationale school. Nee, eigenlijk heb ik hele sterke herinneringen aan, maar zo negatief allemaal. Ja. Zo vanaf seconde één al gevoeld dat ik ergens in werd geduwd waar ik me helemaal niet prettig voelde. En waar ik voor mijn gevoel helemaal niet thuis hoorde, weet je. En best wel gevoelig was ik dan vroeger, maar daar was helemaal geen plek voor. Je werd een soort van uniform in getrapt en daar moest je maar gaan meedoen. En nu ik daar meer aan nadenk ben, weet je, ik heb dit op de middelbare school gehad, basisschool, maar nog veel verder terug eigenlijk ook al. Toen al heel sterk het gevoel gehad van dit is niet voor mij. Ja. Maar wel gewoon door moeten duwen er doorheen. Want je hebt natuurlijk als kind weinig keuze wat dat betreft. Ja. En ik herken dat wel. Al je niet thuis voelen in die systemen toen al. Ja. En ik denk, en ik weet niet of het bij jou zit, maar ik denk wel dat dat bij mij op een gegeven moment heeft geresulteerd in al redelijk vroeg toch wel de drank en de drugs en de vrouwen opzoeken. Ja. Omdat er dan een leegte gaat ontstaan in jezelf. Ja. Die je moet opvullen met andere zaken. En die hele gevoeligheid ook maar gewoon compleet wegstopt. En allemaal muren gaat opbouwen om jezelf heen. Ja, klopt. Zo heb ik het in ieder geval heel erg ervaren. Ja, zo heb ik het ook ervaren. Ik ben drugs ook echt gaan gebruiken om een leegheid op te vullen. Om iets om de pijn eigenlijk van je niet thuis voelen en dat ook allemaal niet snappen.
te verdoven. Maar ook om... Want drugs hebben mij ook wel heel veel gebracht, moet ik eerlijk bekennen, hoor. Ik vind het niet alleen slecht of zo. Het heeft mij ook die hogere sferen leren kennen. Het punt is alleen dat je op een gegeven moment raak je verslaafd. Of ik raakte verslaafd aan van alles. Maar het heeft me ook wel heel veel gebracht. Heb jij ooit van Dolores Cannon gehoord? Van haar werk? Nou, dat is interessant, want Dolores Cannon is een hypnotherapeut. Ze is inmiddels overleden. Maar zij was een van de beste hypnotherapeutes die er überhaupt op aarde heeft rondgelopen. Zij kon mensen in een hele diepe staat van hypnose brengen, waardoor ze kon praten volledig voorbij hun ego. Dus ze kon echt, laten we zeggen, van ziel tot ziel. Mm. En nou ja, zij gebruikte dat om mensen te helpen om problemen op te lossen, weet je wel. Dus dan kwamen ze vaak in vorige levens terecht, bijvoorbeeld. Of in andere werkelijkheden. En wat ze dan altijd deed, is dan vroeg ze aan mensen van: kijk eens naar je voeten, wat heb je aan, weet je wel. Nou, en dan weet ik veel, kistjes of een beetje heftige bergschoenen of zo. En nou, kijk eens om je heen, waar ben je? Best wel een donkere omgeving, een beetje arbeiders. Nou ja, weet je wel, en zo ontstond dan een verhaal. En kwam ook vaak het trauma, wat nu nog speelt in dit leven dan, kwam omhoog. Maar naarmate zij meer interviews deed met mensen, of therapiesessies, hoe je dat ook noemen wil, wat ze steeds vaker tegenkwam, was dat mensen dan naar hun voeten keken. En ze zeiden van, drie tenen. Wat? Drie tenen, hoe bedoel je? En kijk eens om je heen dan. Wat, twee zonnen. Mm. En aarde is rood. Ja, eigenlijk is het helemaal niet de aarde, maar ik zit heel ergens anders. Nou, en zij heeft dus al die gesprekken, daar zijn gewoon verslagen van. En ik heb niet alles gelezen, maar wel heel veel. En dan zie je dus dat heel veel mensen, of wezens moet ik dan eigenlijk zeggen, zielen, naar de aarde toe zijn gekomen. Uit andere dimensies om nu een rol te spelen. En waar zij dus achter is gekomen, dat is mega interessant. En ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren dit zullen herkennen, is dat er een moment is geweest waarop het zo slecht ging eigenlijk met de aarde, dat er een soort oproep is geweest van: oké, we mogen niet van bovenaf ingrijpen. Hè. Dus de star beings, de wezens die in hogere dimensies zitten, die kijken natuurlijk ook naar ons van: my god, die gasten, weet je wel, wat een puinhoop. En het wordt steeds erger. En dan gaan ze ook nog eens nucleaire wapens maken. Hè. Zeg maar, voor de Tweede Wereldoorlog begon dat. En toen werd het helemaal van: oké, goed opletten nu. Want als ze deze wapens echt gaan gebruiken, dan hebben ze er niet alleen op aarde last van, maar ook wij krijgen daar sterk mee te maken. En toen hebben ze een soort van plan bedacht. En daar is Dolores Cannon dus achter gekomen. Want al die wezen, of al die zielen, mensen, vertelden haar dit. Dat zij dus een oproep kregen op een gegeven moment van: wil je vrijwillig naar de aarde toe gaan om te helpen, als een soort paard van Troje, om de boel vlot te trekken daar, om licht te brengen, om een andere frequentie te brengen. Wij mogen niet ingrijpen. Dat mag niet, dat is gewoon vrije wil. Elk ras, elke soort moet gewoon zijn eigen stappen zetten. Maar wat je dus wel kan doen in een soort van paard van Troje, je laat hoogfrequente wezens incarneren in een menselijke vorm. En hoopt dat ze wakker worden naarmate ze, want je komt natuurlijk eerst in een soort comateuze toestand terecht. Geen idee wat je hier doet, waarom je ook alweer bent gekomen. Maar langzaam maar zeker gedurende het pad word je hopelijk wakker en ga je zien: oh ja, maar ik kom ook helemaal niet van de aarde. Ik ben een ziel of een spirit of godswezen, hoe je dat ook allemaal noemen wil, met een bepaalde rol om hier licht en liefde en wijsheid en vrijheid enzovoort te brengen. Ik vertel dit verhaal vaker aan mensen en ook in Time Bender heb ik hierover geschreven. En wat mij dus opvalt is dat heel veel van die mensen die zich dus nooit echt helemaal thuis hier hebben gevoeld, op het moment dat je dit aan ze vertelt, is iets van: oh ja, dit verklaart alles. Mm. En dan gaat er een proces op gang komen waarop ze zich gaan herkennen voorbij hun menselijke vorm. En zichzelf veel meer als dat die spirit gaan herkennen die hier is gekomen om een rol te spelen. En dan wordt ook steeds duidelijker wat die rol is. Wat jij hier persoonlijk komt brengen. En dat is super. Als je dat kunt
wat jij ook. Ik bedoel, jij bent ook iemand die, weet je, net als ik, seks, drugs, rock and roll, lalala en zo. Dan ineens gebeurt er iets. Hè, dus in dit geval bij jou ook het hele COVID-verhaal. Een soort wake-up call. En ineens ga je, in eerste instantie nog onbewust, denk ik, maar ga je zien van, oké, maar dit is eigenlijk mijn rol. Hiervoor ben ik gekomen. Mm. En dan, ja, dan ga je aan. Mm. Ja, ik zei het net al tegen je. Voor mijzelf heb ik wel het gevoel gehad dat ik soort van, ik noem het dan net iets anders, maar getraind ben voor juist voor dit moment, ja, eigenlijk. Ja. En de grap is dat dan gaan het ook, als je daaraan toegeeft en aan overgeeft, dan gaat het ook in één keer heel erg snel. Want dan kom je ook de mensen tegen in jouw leven die jou weer, ja, precies weer verder moeten brengen. En het, ja, volgende stapje moeten brengen. Ja. En dan klopt het opeens allemaal. En dan niet dat het makkelijk is of zo, want volgens mij, ik bedoel, mijn leven is er misschien juist alleen maar ingewikkelder op geworden, maar wel mooier of echter, ja, of ja, zo voelt het in ieder geval wel. Ja, absoluut. En dan zie je ook dat er een soort veel groter kosmisch plan achter zit waar jij dan deel van bent, waarin je een onderdeeltje bent wat, nou ja, wat je zegt, de juiste mensen verschijnen op je pad. En hè? Mm-hmm. Timebender die zegt ook in dat boek steeds tegen mij, op het moment dat ik denk van, ja, waar gaat het allemaal over? Dan zegt hij ook steeds van, you have been trained for this. Weet je, dit is. En dat herinner je niet meer bewust, want dat speelt er ergens voor deze tijd af. Maar inderdaad, op het moment dat je dat gaat beseffen van, oh ja, maar ik ben hier al heel lang voor klaargestoomd. Dit is mijn moment eigenlijk. Mm-hmm. En niet alleen jouw moment, maar ook mijn moment en jouw moment. En weet je wel, nu is het moment voor ons om te gaan staan. En hopelijk voor eens en voor altijd af te rekenen met, ja, de matrix, de schaduw, de repressie, eigenlijk die al heel lang hier op aarde is. Mm. En heb jij, want het is Timebender, is dat soort van de samenkomst van jouw onderzoek naar hoe de wereld eruit ziet? Zo voelde het voor mij een beetje, hoor. Maar ja. Klopt dat, ja? Ja, dat klopt zeker. Want het is misschien wel interessant om, ik weet niet of we dan het boek te veel verklappen, maar ik denk dat een deel van de mensen die zal jouw theorieën kennen en het daar ook mee eens zijn of niet mee eens zijn of whatever. Maar ik denk dat veel mensen die kijken dat ook nog helemaal niet zou hebben. En die, ja, die hebben ons net een beetje horen praten, maar dat is misschien voor hen al wat stappen verder dan ze eigenlijk. Misschien, ja, wel leuk om er toch even over te hebben hoe, ja, wat jouw onderzoek heeft uitgewezen en hoe jij nu denkt en kijkt naar die wereld. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat bij mij begon het, eigenlijk mijn onderzoek begon in 1987. Toen was ik 27. En Lois Lane was echt op zo'n hoogtepunt. We zouden gaan touren met Prince. Wat ik al zei, Amsterdam, hè, had ik geschreven. Dus fantastisch. Maar bij mij was er een gevoel van, ja, is dit nou alles? Weet je, dit is niet waarvoor ik gekomen ben. Een beetje het Henny Vrienden moment van, is dit nou alles? Dat gevoel. En toen begon mijn zoektocht. En uiteindelijk resulteerde dat in wat ik toen spiritualiteit, meditatie. Dus niet naar buiten kijken voor antwoorden, maar naar binnen. En ik ben, net als jij denk ik ook, je zei net ook tegen me van, als ik eenmaal iets doe, dan bijt ik me er ook echt in vast. Nou, hetzelfde bij mij. Als ik eenmaal iets vind, dan ga ik er ook all the way. Dus ik ben toen, ik heb mijn leven toen helemaal omgegooid. Ik ben gestopt met Lois Lane, met muziek. En ben toen gaan mediteren. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik heb toen een paar jaar lang hebben kunnen leven van de royalties, van de liedjes die ik had geschreven. Ik ben toen veel naar India gegaan. Internet bestond nog niet. Dus het was niet dat je online even kon kijken van, ja, wat is meditatie? Nee, je moest echt naar de bron. Mm. En dat is wel heel interessant. En ontzettend veel geleerd. En ik ben toen ook mijn levensstijl helemaal om gaan gooien. Dus ik ben toen inderdaad gestopt met drugs, met drank, met sigaretten, met uitgaan, tv kijken. Ik ben vegetarisch gaan eten. Ben heel clean gaan leven. Ik ben zelfs gestopt met seks. Eigenlijk alles waar ik een soort van aan verslaafd was, heb ik mezelf drooggelegd. Zodat ik weer helemaal terug naar de essence. Weet je, een reset. Echt een reset was dat. Ja, zeker. Nou, dat heb ik toen uiteindelijk 14 jaar gedaan. Dus best lang. Ik heb in die tijd ook wel heel veel dingen gedaan, hoor. Ik heb boeken geschreven erover. En ik was journalist, dus ik heb heel veel onderzoek gedaan. Ik heb ook wel veel over de wereld gereisd. Ook het shamanisme leren kennen. Dus het was niet alleen maar dat. Maar het was wel echt een reis naar binnen. En
Nou, dat is super waardevol geweest. Alleen wat ik merkte was dat spiritualiteit mij ook wel heel erg buiten de samenleving plaatste in zekere zin. Weet je, ik zat super fijn in mijn bubbel van licht en liefde. En ik kon dat ook wel vertalen in de dingen die ik deed. Maar ja, het was toch een soort van alsof het twee verschillende werelden waren. En Timebender gaat veel meer over van... Oké, je weet nu dat je een spirit bent, dat je een wezen bent uit een hogere dimensie. Maar wat zijn die dimensies nou eigenlijk? En oké, daar is God of Source en wij zijn hier. Maar wat zit er dan allemaal tussen? Wat zijn dan die engelen of wat zijn dan die... Zijn er buitenaardse bijvoorbeeld? En wat zijn dan die 12 dimensies waar iedereen het over heeft? Is er leven op andere planeten? Al die dingen begonnen zich bij mij... al die vragen begonnen zich... op te werpen. Nou ja, goed, en daar ben ik gewoon heel veel onderzoek naar gaan doen. Ik ben heel veel gaan lezen. Veel gaan onderzoeken op het internet. Maar wat er ook gebeurde, en dat was heel interessant, is dat, dat ken je waarschijnlijk wel, op het moment dat je je denkraam, hè, zoals Martin Toonde dat zo mooi zat, openzet, dan komt er ook heel veel gewoon binnen. Ineens weet je dingen. Of eigenlijk misschien beter gezegd, je herinnert het je. Want het zit in je. Jij weet alles al diep van binnen. Alleen het is helemaal versluierd door je ego en door conditioneringen en zo. Dus je bent het allemaal weer vergeten. Maar op het moment dat je je dan open gaat stellen, dan ineens herinner je je een hele hoop dingen weer. Dus dat is wat er bij mij gebeurde. Ik herinnerde in mezelf in andere dimensies. Ik zag mezelf in andere dimensies. En wat er toen gebeurde was dat ik op een gegeven moment in gesprek raakte met een uitgever. En die zei tegen mij van, jij moet eigenlijk gewoon eens een meditatiemanual gaan schrijven. Want dat heb je nooit gedaan. Je hebt 6 boeken geschreven over spiritualiteit en over de schaduw en van alles. Maar gewoon, een recht toe recht aan meditatiemanual. Dat ligt eigenlijk heel erg voor de hand als meditatieleraar om dat een keertje te gaan doen. Dus oké, ik ging zitten. Dat is dus een jaartje of 3 geleden nu. En maar ik vond het zo saai. Want ja, het was een soort invuloefening voor mij. Zo, iets wat ik al zo lang doe, moet je dan op gaan schrijven. Dat is een langdurig proces, heel vervelend. Maar ik was dus zo bezig ook met die andere dimensies. En zoveel nieuwe informatie was er tot me aan het komen. Dat ik elke keer, als ik even tijd had, stiekem daarmee bezig ging. Weet je, oh ja, dit moet niet vergeten. Het is heel mooi. En oh ja, dit ook, weet je wel. En even een ander documentje aanmaken. En het woord Timebender, of de titel Timebender, was al heel lang bij me of zo. Dus dat was al heel duidelijk. Oké, Timebender. En eigenlijk gaandeweg begon mijn aandacht steeds meer weg te gaan bij die manual. En ging het steeds meer die kant op. En in een periode van 3 maanden is toen dat hele boek eigenlijk, ja, ik noem het bijna een download. Weet je, dat is op een gegeven moment kwam het zo samen. En ja, ik ben gewoon als een gek gaan typen. En uiteindelijk, 3 maanden later, was dat boek er. En dat boek is veel groter en veel mooier dan ik ooit had kunnen schrijven. Ik heb echt het idee dat dit voor een groot deel, in ieder geval door mij heen, is geschreven. Het is zo perfect op een bepaalde manier. En het is heel raar misschien om dat van een boek te zeggen wat je zelf hebt geschreven. Omdat dat zou je als arrogant kunnen bestempelen. Maar juist het feit dat ik weet dat ik het niet zelf heb geschreven, maar een instrument ben geweest om het tot stand te doen komen, maakt dat ik dit ook kan zeggen. Want het is echt een heel mooi boek waarin heel veel informatie staat die heel relevant is voor deze tijd. Nou goed, toen het klaar was, toen had ik ook zelf iets van, what amazing, wat een boek joh. En toen heb ik het dus naar verschillende uitgevers gestuurd. En die waren direct heel enthousiast van beide uitgevers waar ik het stuurde. Die belde mij de volgende dag al op. En ze hadden de hele nacht door zitten lezen. Weet je, konden niet meer stoppen. Maar durfden het niet uit te geven. En dat is dus heel interessant. En toen heeft Timebender eigenlijk best wel lang op de plank gelegen. Voordat ik het uiteindelijk maar zelf ben gaan uitgeven. Omdat ik het idee had van, ja, maar oké, ik snap dat voor een uitgever het echt je heel erg in de nek uitsteken is om deze informatie naar buiten te brengen. Omdat het, ja, weird is. Dit is nou echt complot, hè, zou je kunnen zeggen. Ultieme aluminium hoedje idee of zo. Maar ik heb zelf toen heel sterk het gevoel gehad van, oké, nu is dit nog steeds misschien voor een niche. Maar
ik weet zeker dat er een heel snel een omslag gaat plaatsvinden, waardoor mensen ineens dit zich gaan herinneren. Waar we vandaan komen. En het veel grotere kosmische plaatje gaan zien waar wij als aarde een onderdeel van zijn. Een heel belangrijk onderdeel. Mm. Maar daar kunnen we het straks nog over hebben. Ja. Ja. Super graag eigenlijk. Laten we dan maar gewoon gelijk doorpakken. Kijk, ik kan natuurlijk ook wel zeggen wat ik van het boek vind. Maar gaan we het dus nu wel even over hebben. Maar voor mij viel inderdaad best wel veel dingen viel op zijn plek. Maar ook gewoon van verschillende theorieën die je al langere tijd hebt gelezen en tot je hebt genomen, maar nooit echt helemaal soort van duidelijk in bepaalde dingen kon plaatsen. Was dit voor mij gewoon. Het is zo fijn geschreven ook, zeg maar, omdat het natuurlijk in romanstijl geschreven is. Zit je er echt middenin en lees je het zo weg. Het is niet harde informatie die je tot je neemt, hoewel het dat wel eigenlijk is. Maar lees het dus enorm lekker weg. Denk ik dat je een soort van totaalplaatje krijgt van dat soort theorieën. En dan kan je kijken of het resoneert met je of niet. En of je er iets in voelt. Maar voor mij was het een hele mooie samenkomst van al die verschillende theorieën eigenlijk. En hoe dat in een mooi verhaal gegoten was. Ja, fijn om te horen. Ja. Ja. Dus ik raad ook iedereen aan om te lezen, uiteraard. Ja. Maar ja, inderdaad, ik denk dat het wel mooi is om voor mensen toch wel een inkijkje te krijgen. Want ik probeer het dan soms aan mensen ook uit te leggen, maar het lukt me eigenlijk niet, omdat het over zoveel verschillende dingen gaat. Ja. Het gaat eigenlijk over alles. Het gaat eigenlijk over alles, ja. En dan denk je, waar begin je, in godsnaam? Ja. Maar misschien kunnen we toch een poging wagen, eigenlijk. Ja, ik zal een poging wagen. Het is, ik merk dat ik het ook nog steeds moeilijk vind, omdat het inderdaad over alles gaat. Maar kijk, wat ik fijn vind van Timebender is dat het een boek is wat, zeg maar, wat hier op aarde gebeurt in een veel groter perspectief zet. Want als je alleen maar kijkt naar wat er op dit moment gebeurt, dan kun je best wel depressief worden in zekere zin. En zeker nu. En als je kijkt wat voor agenda er op dit moment wordt uitgerold, daar hoef je ook helemaal geen complotdenker voor te zijn. Je hoeft alleen maar de website van het World Economic Forum te lezen. En nou ja, het is heel duidelijk welke kant het op gaat. In je dagelijks leven kun je dat natuurlijk ook gewoon zien. Weet je, lockdowns, mondkapjes, QR-codes. Ja, je hoeft de lijn maar door te trekken. Dus dat is best iets om nou, daar zou je heel depressief van kunnen worden en je heel ellendig over kunnen voelen. En daarom is het ook belangrijk om het in een groter perspectief te gaan zien. Van wat is er nou eigenlijk met ons aan de hand als mensen? Dat wij in deze situatie terecht zijn gekomen. Hoe is dat ooit ontstaan? En vooral ook, hoe komen we daaruit? Nou, zoals het mij is uitgelegd en zoals ik het heb proberen op te schrijven, is dat ons universum is een duaal universum. Dat betekent goed, slecht, Ajax, Feyenoord, Hindoes, moslims, Amerikanen, Russen. Het is altijd duaal van aard. En dat is lastig, maar het is ook heel mooi. Want dat betekent ook dat je alles van allerlei kanten leert kennen. Soms ben je dader, soms ben je slachtoffer. Maar wat het ook betekent, is dat er altijd conflict is. En niet alleen op het niveau waarop wij zitten, op 3D, een driedimensioneel niveau van de aarde, maar ook in andere hogere dimensies is er nog steeds conflict. Er is nog steeds. En dat betekent dus ook dat er heel vaak oorlog is. En er is dus op een bepaald moment een moment geweest waarop de star beings, de wat hogere dimensionele wezens bij elkaar zijn gaan zitten. En hebben gezegd van jongens, ja, weet je, we vechten elkaar nog steeds de tent uit. En is er een manier om dat op te lossen? Kunnen we niet voorbij aan die dualiteit? Het voor eens en voor altijd oplossen, zodat we echt met z'n allen naar een hoger niveau gaan. Of het spelletje doorhebben, in zekere zin. Nou, wat ze toen gedaan hebben, is we gekeken van, laten we eens kijken. En overigens, dit schijnt het derde experiment alweer te zijn. Laten we een plek creëren waar we een omgeving creëren waarin geen dualiteit is. Een soort paradijselijke setting waarin we een soort neer gaan zetten, zaaien, zoals ze dat toen noemden, die onwetend zijn van dualiteit. En dat zijn wij, mensen, geweest. Nou, en die herinnering daaraan, die zit in bijna alle geschriften over de wereld, kom je dat tegen. De tuin van Eden, de tuin van Allah, het paradijs op aarde. Een tijd
En een plek waarin wij als onschuldige wezens leefden, onwetend van goed en kwaad. We hadden nog niet gegeten van de boom van goed en kwaad. Dus we wisten dat niet. Maar dat is echt een setting die bewust gecreëerd is. De aarde is ook in een soort quarantaine toen geplaatst. We hadden geen contact meer, wat alle andere starbeings wel hebben, gewoon met elkaar. En ook het besef van dat er meerdere dimensies zijn, dat hadden wij allemaal niet meer. We werden echt in een soort bolletje geplaatst. En wat er gebeurde is dat de wezens die daar werden neergezet, prototypes, de Adam, dat waren wij dus, of onze voorvaderen, die waren gemaakt van het genetisch materiaal van zo ongeveer alle starbeings die daar op dat moment aan meededen. Dus dat waren reptilians, dat waren Pleiadiërs, dat waren wezens uit Orion, uit Lyra, uit al die verschillende sterrenstelsels. Dus die doneerden allemaal hun DNA om een soort te creëren in de hoop dat die soort, wat eigenlijk hun kinderen zijn, in staat zou zijn om de dualiteit te overstijgen. Om in liefde en in harmonie met elkaar en op de planeet te leven. Mm. Dat was het experiment. En nou, dat ging een hele tijd goed. En degene die dat experiment moest overzien was Yahweh. Ook een naam die je misschien al eens eerder hebt gehoord. Refereert Messing ook vaak naar. Ja, Marcel Messing heeft. Ja, ik heb trouwens in die tijd over Marcel Messing gesproken. Ik heb Marcel Messing, ik denk, voor het eerst ontmoet een jaar of 15 geleden. En ik weet nog dat hij het hier toen over had. En dat ik echt dacht, die man is gek. Ja. Weet je wel? Maar nu besef ik, en dat hetzelfde geldt voor David Icke. Weet je, ik heb al die boeken allemaal. Ik heb het allemaal doorgespit. Maar nu pas eigenlijk de laatste jaren begin ik steeds beter te begrijpen dat zij voorlopers waren en het grote plaatje toen al zagen. Mm. Maar goed, dus Yahweh en overigens ook alle goden die wij ooit aanbeden hebben. Dus dat geldt ook voor de god van de katholieke kerk of de god van de moslims. Zijn allemaal buitenaardse geweest. Dat is ook zo interessant. Weet je wel. Dus er is natuurlijk wel een source waar we vandaan komen. Maar alle vormen van aanbidding zijn allemaal buitenaardse geweest. Mm. En, het overstijgt godsdienst eigenlijk. Ja. Ja. En, maar goed, Yahweh was dus degene die verantwoordelijk was voor het paradijs, zeg maar. Om ons in onwetendheid te houden en happy te houden. En nou ja, dat was het kosmische experiment. En toen is er iets interessants gebeurd. Op een gegeven moment is er een groep geweest. Dat waren de Syriërs. Die zeiden van, ja jongens, dit is al een mooi experiment. Maar eigenlijk is het ook een beetje oneerlijk. Want los van de dualiteit als vastgegeven van dit universum is er ook iets heel belangrijks waar we allemaal recht op hebben. Dat is vrije wil. En eigenlijk geven we hun geen vrije wil. Want weet je, ze zijn volledig onwetend van goed en kwaad. Er valt ook helemaal niks te kiezen. En als er niks te kiezen valt, dan is er ook geen ontwikkeling. En dat is ook heel belangrijk, want een soort wil zich ontwikkelen. En als wij ooit weer als die soort die wij op dat moment op aarde waren terug willen komen bij Source, moeten we door al die fases van ontwikkeling heen. We moeten ook door de Dark Night of the Soul heen. Dat hoort er allemaal bij. Ook de duisternis hoort erbij. Dus wat zij gedaan hebben is eigenlijk gezegd van, oké, we moeten hun toch voor de keuze stellen. Willen jullie ook wetend worden van duisternis? Oftewel, en dat wordt dan herinnerd in het Oude Testament, willen jullie eten van de boom van goed en kwaad? Willen jullie weten wat er werkelijk gaande is. Dus op een gegeven moment zijn wij als soort voor die keuze gesteld. En wij hebben gekozen om dat wel te willen weten. We willen groeien. We zijn toch nieuwsgierig. Nou, Yahweh vond dat niet fijn. Want Yahweh vond dat wij trouw moesten zijn aan hem. En toen veranderde hij dus in de God die in het Oude Testament ook wordt beschreven. De boosaardige, kwaadaardige, wraakzuchtige God die woedend op ons was dat wij niet luisterden naar hem, maar naar de slang. De Syriërs worden ook vaak als slangen afgebeeld. Zijn ook reptielachtig, zeg maar. Dus nou ja, dat is ook allemaal herinneringen natuurlijk in die tijd. Overigens heel interessant dat je dus ziet dat al die geschriften, dat dat eigenlijk herinneringen zijn. Mm-hmm. Weet je? Dus dat is ook. Ik zie nu ook dat heel veel. Die dingen zijn ook echt gebeurd. De zondvloed. En nou, we komen straks op. Anyway. Dus Yahweh was pist dat wij kozen om te willen weten wat er gaande is. En
toen is hij dus de wraakzuchtige god geworden en heeft ons uit het paradijs gegooid. En dat was al heel heftig voor ons als soort. Dat is een collectief trauma, is dat ook geworden. Dat we dus voor het eerst afgescheiden waren van God. Maar tot overmaat van ramp kwam er ook nog eens een enorme natuurramp overheen. Dus de zondvloed, die ook in echt in elke cultuur zo ongeveer wordt er over de zondvloed gesproken. Of het nou Eskimo's of Japanners of Congolezen. Ze hebben allemaal zo hun versie van dat verhaal. Mm. Waarin eigenlijk het hele paradijs werd weggespoeld. Wij volledig alle technische know-how, alle schoonheid die we hadden, was weg. En we moesten als mens weer een soort van helemaal opnieuw beginnen. Als holbewoner. En dan begint onze geschiedenis ook. Dus onze geschiedenisboekjes beginnen daar eigenlijk pas te schrijven. Dus dat hele stuk daarvoor weten we niet meer. Ze hebben legendes. En als een soort getraumatiseerde holbewoners moesten we toen opnieuw beginnen om de piramide van Maslow te beklimmen, zeg maar. Mm-hmm. Maar wel zelf, weet je wel. Wel vanuit onze eigen kracht. Wat er toen gebeurd is eigenlijk, dat is dan een lang verhaal, maar het komt er wel op neer dat wij als mens eigenlijk, er is al enorm met ons gerommeld. Dus de Anunnaki, er zijn allerlei soorten, allerlei rassen zijn zich vervolgens met de aarde gaan bemoeien. En het interessante is dat wij nu, en dan maak ik even fast forward waar we nu uit zijn gekomen, in een tijd zijn gekomen waarin wij onszelf weer hebben opgebouwd, als het ware. Dus dat heeft ook met genetica te maken. Dus alle junk DNA. Langzaam maar zeker beginnen wij weer onszelf te gaan herkennen als die prachtige star beings. En dat betekent dus ook dat ons DNA weer aangaat en dat wij weer in een toestand terechtkomen die waarin we in staat zijn, zeg maar, om de aarde naar een hogere frequentie toe te tillen. Dus we zijn door die hele diepe fase gegaan van de dark night of the soul, het verlies van onschuld, de pijn daarvan en langzaam maar zeker die piramide van Maslow opklimmen. En nu zitten we dus in een fase waarin we hopelijk in staat zullen zijn om naar die volgende fase van ontwikkeling te gaan en de duisternis die al zo lang over ons heerst te doorbreken. En wat ik zelf het prachtigste vind van Timebender, van het boek en eigenlijk van de filosofie die erachter ligt, is dat er is een figuur in dat boek, Hidden Hand. En Hidden Hand is de duivel himself. Nou, het is een afschrikwekkende figuur in het boek. Elke keer als de hoofdrolspeler hem ontmoet, dan wordt hij ook echt helemaal koud van binnen. Het is afgrijselijk. En Hidden Hand geeft ook toe dat hij alle ellende op aarde heeft gecreëerd. Dus alle oorlogen, alle hongersnoden, alle drugskartels en zo. Echt een afgrijselijk figuur. Maar op een gegeven moment wordt het dus heel duidelijk dat Hidden Hand, Lucifer, de Lucifer Group is, die degene is geweest die destijds dualiteit op aarde heeft gebracht in een poging om ons dus juist voor die keuze te stellen. Dus nou, wij wilden dit zelf. Wij wilden zelf goed en kwaad leren kennen. En maar ja, daar heb je dus ook kwaad voor nodig. Dus de Luciferianen, wat gewoon een ras is, heeft zich op dat moment opgeworpen om tegenspel te bieden, de cowboy met de zwarte hoed te worden, zodat de cowboy met de witte hoed, wij dan, als soort, sterk konden worden. Maar en Hidden Hand legt dat op een gegeven moment ook uit. Die zegt van, denk je dat wij het leuk vinden om de hele tijd oorlog te creëren? Of, ik vond hem dus wel lief eigenlijk. Heel lief. Ja, precies. Heel lief. Ik had met hem te doen. Echt precies. Ja. Nou, en dat vind ik zelf het mooie aan het boek eigenlijk, of aan het idee erachter, dat de enige manier om uit deze vicieuze cirkel van goed en kwaad en oorlog en conflict, waar we de hele tijd maar in ronddraaien als ratjes, te komen, is dat je gaat zien dat het kwaad een rol speelt om jou in je grootheid te zetten. Mm-hmm. En dus op het moment dat jij het kwaad kunt bedanken, en dan heb je dus die metafie, daarom heb je die grote kosmische blik nodig. Dat je denkt van, wauw, dank je wel dat je mijn leven hebt verwoest. Dank je wel dat je zoveel ellende hebt veroorzaakt. Dank je wel dat je nu weer die COVID hebt bedacht, weet je wel.
Maar op het moment dat wij dat echt vanuit ons hart werkelijk kunnen zeggen, dan it's all over. Dan it's game over. En tot die tijd, want dat zegt Hidden Hand ook, zolang jullie mij blijven bestrijden, en zolang jullie een hekel aan mij hebben, of bang voor mij zijn, voor het kwaad, zal het door blijven gaan. Maar pas op het moment dat je mij herkent als de cowboy met de zwarte hoed. En in films is dat toch ook zo. Heb je ook altijd de tegenspeler. Mm. En wij zijn natuurlijk altijd voor de cowboy met de witte hoed. Maar we vergeten dat die cowboy met de witte hoed alleen maar in zijn kracht komt te staan, omdat die continu dat tegenspel krijgt. Mm. En zo is het bij ons ook. Maar bij ons intern eigenlijk ook gewoon, ja, toch? Want uiteindelijk is het intern. Ik wou zeggen, want dan ga je nog een laagje verder. Maar zo voelde ik hem heel erg van. Ja. Je moet die cowboy met de zwarte hoed in jezelf wel soort van omarmen en dankbaar zijn voor hetgeen wat hij eigenlijk in jou heeft gedaan. Om vervolgens de cowboy met de witte hoed in jou sterker te laten maken en nu zo in het leven te kunnen laten staan. Dat vond ik, dat vond ik zelf een heel mooi inzicht eigenlijk daardoor. En dat is het ultieme inzicht ook. Hè? Dat, dat wat zich buiten jou afspeelt, de zogenaamde vijand buiten jou, in feite in jou zit. En je kunt hem ook niet buiten je bestrijden. Je moet hem sowieso niet bestrijden. Het kan alleen maar in jou zelf kunnen het oplossen. Dus inderdaad, als jij het duisternis in jou, de tiran in jou, de psychopaat in jou kunt omarmen, kunt liefhebben, in je hart kunt sluiten, dan stopt het. Dan stopt de dualiteit. En er is één zin in Time Bender die voor mij echt de essentie raakt. En dat, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar op een gegeven moment zegt Time Bender iets van: is het niet wonderlijk dat de grote kosmische conflicten niet worden opgelost door de space beings met hun waanzinnig geavanceerde apparatuur, maar door een volkje, dat zijn wij dan, waar eigenlijk het universum heel lang best wel meewarig naar keek. Van, hoor, dan gaan we met een grote boog omheen. Weet je wel, want dat is die gasten, weet je wel, die zijn alleen maar elkaar aan het bevechten. Maar dat dus de grote conflicten zullen worden opgelost door dat volkje wat geen enkel ander wapen tot zijn beschikking heeft dan een groot liefdevol hart. Dat is ons enige wapen. Maar dat is wel het wapen, of wapen is misschien niet helemaal het goede woord, maar wat uiteindelijk alle conflicten zal oplossen. Dat we in gaan zien dat we dus niet moeten vechten tegen de dark side, maar de dark side bedanken eigenlijk en in ons hart sluiten, liefhebben. Dat is compassie. En dan stopt het spel. Mm-hmm. Dan stopt de strijd. Ja, dat vind ik ook een zeer waardevol inzicht. Omdat ik kon het eigenlijk nooit zo goed verwoorden. Ik heb bijvoorbeeld net met Flavio Pasquino ook een podcast overgenomen. En daar werd het een soort van discussie tussen vechten tegen het systeem of uit het systeem stappen. Weet je? Dat is nog even een paar lagen terug. Ja. Hetzelfde als wat jij nu zegt, maar dan iets aardser of zo. En ik kon nooit zo goed. Ik kan het wel uitleggen, maar ik krijg het mensen bijna niet uitgelegd. Want wat ik bedoel als ik zeg, we moeten met z'n allen uit het systeem stappen. En als we dat doen, uit die matrix stappen, dan komt er vanzelf een mooiere wereld die wij zelf creëren. Ja. En dan heb je geen overheid nodig, of geen dit nodig, of geen dat nodig. Weet je, het vertrouwen daarop dat we dat zelf zo kunnen regelen. Ja. Dat is er bij mij altijd geweest. Maar dat krijg je bijna niet uitgelegd aan mensen die denken, we moeten gewoon een regering hebben, want we moeten ook wegen hebben. Dat soort discussies. Ja, inderdaad. En je zou het ook kunnen uitleggen van, ja, weet je, als je eruit stapt, dan dat is ook een soort, dat zou ook als escapisme gezien kunnen worden. Of misschien zelfs als desinteresse, of weet je wel. Terwijl als je inderdaad uit het systeem stapt, omdat je realiseert dat op het moment dat je nog blijft vechten tegen het systeem, ben je deel van het systeem. Hmm. En dus deel van het probleem. Je creëert alleen maar meer van hetzelfde. En terwijl als je dus eruit kunt stappen, dus, en dat betekent eigenlijk afstand kunt nemen, dus het grote plaatje kunt zien, dan
ben je in staat om, laten we zeggen, echt handelsbekwaam te worden. Dat je realiseert van, oké, wacht even. Dus in dit molentje blijven ronddraaien, doen we al, weet ik veel, hoeveel duizenden, misschien wel miljoenen jaren. Dus dat heeft geen zin. Dus daar ga ik geen energie meer in geven, stoppen. Ik ga dus mijn energie nu ergens anders in stoppen. In wat nu dan veel al de parallele samenleving wordt genoemd. Dus dat je het systeem niet gaat bevechten, maar gewoon je energie gaat stoppen in dat wat wel werkt. En tegelijkertijd, en dat vind ik wel een heel belangrijk inzicht, is dat je dus je realiseert dat de wezens die ons het zo moeilijk hebben gemaakt door al die jaren heen, een rol hebben gespeeld. En dat dat eigenlijk een liefdesoffer is geweest om ons in onze kracht te zetten. En dus op het moment dat wij echt vanuit ons hart hen kunnen bedanken voor die rol, kunnen zij ook uit die rol stappen. En kunnen we allemaal naar huis. Weet je, kunnen we allemaal naar. Eigenlijk, ik vergelijk het ook heel vaak met een computergame. Niet dat ik ooit heb gegamed, maar ik weet wel natuurlijk hoe het werkt. Dat zijn natuurlijk allemaal levels, hè, waar je doorheen gaat. En op het moment dat je een bepaald level door hebt, weet je wel, je snapt het gewoon, dan ga je naar het volgende level. Nou, het level waar wij nu in zitten is dus dualiteit, verdeel en heers, goed en kwaad, Ajax, Feyenoord, Trump, Biden enzovoort. En het maakt dus ook niet uit aan welke kant je zit. Het maakt niet uit of je nou aan de kant zit van de antivaxer of de vaxer. Het maakt niet uit of je bang bent voor het vaccin of dat je bang bent voor het virus. Je zit er volledig in. Je bent gewoon deel van het systeem. En op het moment dat je daar van een afstandje naar kan kijken, oh, wacht eens even, ik ben natuurlijk nog steeds dat systeem aan het voeden. Krijg je dat grote perspectief en kun je ook gaan zien dat dat goed en kwaad in die zin heel relatief is. Weet je? Het maakt niet uit aan welke kant je staat. Net als dat het ook niet uitmaakt voor welke politieke partij je stemt, want het is gewoon nog steeds het systeem. Ja. En dan kun je dus het systeem als het ware gaan doorzien. En in dat doorzien daarvan valt het uit elkaar. En dan kunnen we naar het volgende level gaan. En wat er dus voor nodig is, is compassie. Is liefde. Maar daar wil ik dan wel bij aantekenen. Dat betekent niet, want compassie kan ook klinken als van, nee, we gaan gewoon alleen nog maar mediteren nu. Mm-hmm. En in een liefdesbubbel zitten. En ja, dat is heel belangrijk. Je moet echt zorgen dat je zelf in liefde blijft. In compassie blijft. En wat ook heel belangrijk is, is dat je wel degelijk een bepaald standpunt inneemt in de wereld. He, dat je ook echt gaat staan voor wat wil je dan wel. Weet je? Ja, goed dat je dit zegt. Want ik denk wat heel veel mensen, ik denk wat je tegenwoordig heel erg veel ziet, is dat ook die hele spirituele beweging gekaapt is eigenlijk. Zo krijg ik het vaak het gevoel. Omdat dat werd natuurlijk groter en groter. En het is volgens mij niet helemaal de bedoeling dat dat echt zo groot wordt. Want dan, nou ja, goed, dan komen we ook echt ergens. Dus daar is volgens mij ook echt de kaping aan de gang geweest. En wat eigenlijk iedereen maar alleen nog maar met liefde en licht. En zolang we maar gewoon op een steen ergens gaan mediteren met z'n allen en onze vibrations verhogen, dan komen we er wel. Ja. Maar volgens mij sla je dan een hele belangrijke stap over. En daar hebben we het net ook over gehad. En dat is toch wel de duisternis, het beest in zijn bek kijken. En er vervolgens dus inderdaad ook vrede mee hebben, compassie mee hebben of wat dan ook. Maar dat je er wel dus, ja, blijft tegenop staan en wel je grenzen aangeeft en daarna gaat handelen, denk ik. Ja. En ik denk dat dat veel vergeten wordt tegenwoordig daardoor. Helemaal met je eens. Ja, weet je, er zitten bepaalde fases in de ontwikkeling. Dus het begint er inderdaad mee dat je echt het beest in de bek kijkt, zoals je dat zo mooi zegt. En vervolgens inderdaad vanuit compassie kunt komen. Maar als je dat eerste stapje overslaat, zie je van, nee hoor, it's all good. Weet je wel? Dan, ja, dat is naïef. Want het is niet all good. Weet je, op dat hoogste niveau is alles goed. En klopt alles precies. En er zijn ook andere niveaus waarop het helemaal niet goed gaat. En ik denk dat dat een beetje de verwarring is die je in de spirituele wereld vaak ziet. En het hele mensen die de oneness filosofie aanhangen van er gaat nooit iets fout en er is niet eens echt een realiteit als zodanig, weet je, want het is allemaal, het is een illusie enzovoort.
weet je, vanuit dat hoogste perspectief klopt dat ook. Dan is het ook een illusie en het is allemaal gebeurd, speelt zich allemaal af in the mind of God enzovoort. Maar op dit niveau waarop wij nu met elkaar aan het praten zijn, is er wel degelijk van alles aan de hand. Worden er agenda's uitgerold? Worden er mensen vermoord? Et cetera, et cetera. Dus ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat je gaat realiseren dat er gewoon heel veel niveaus zijn. Dat heb ik dan ook in dat onderzoek van Time. Er zijn gewoon heel veel niveaus waarop het leven zich afspeelt. En als je alleen maar daarboven gaat hangen, in dat hoogste niveau, en alleen maar in de licht en de liefde wil zijn, ja, dat is een heel belangrijk niveau. En het is voor heel veel mensen op aarde, denk ik, ook superbelangrijk dat ze zich daarop gaan richten. Want dan, dat geeft ook heel veel. Oké, weet je wel, ergens is het gewoon nog steeds goed en klopt alles. Ja, heel belangrijk. Maar als je dat dan hebt ontdekt, dan is het heel belangrijk dat je dat licht vervolgens ook gaat verankeren op aarde. Dat je daar niet blijft hangen. Dat je niet blijft zeggen van, nee joh, maar weet je, alles is goed. En dat is wat ze dan de spiritual bypass tegenwoordig noemen. Hè? Dat is wel een mooie kreet. Waarin je eigenlijk in een soort ontkenning gaat van wat hier gebeurt. En dus ook niet optreedt. En ook niet gaat staan. En jij zult dat ongetwijfeld ook gehoord hebben. Ik vond dat best ontluisterend een tijdje geleden. Een best wel heftig gesprek gehoord tussen Isa Kriens en Floris Beuker. Met hun spirituele leermeesters. Ik geloof dat het inmiddels niet meer te beluisteren is. Maar waarin je dus. De aanleiding voor het gesprek was dat de spirituele leermeesters, prachtige mensen overigens hoor, niks, geen oordeel verderop, maar die hadden een retraite uitgeschreven en die zeiden daarbij van, nou ja, dat je dus wel gevaccineerd moest zijn om daar dan bij te zijn. En waarop Isa en Floris zoiets hadden van, joh, maar hey, hallo, jullie als onze spirituele mentoren, hoe kun je dit nou doen? Is dat niet gewoon discriminatie? En gaat dat niet heel erg in ook tegen spiritualiteit als zodanig? En dus, nou ja, goed, zij wilden daar gesprek over hadden. En het mooie van deze spirituele mensen was dat ze zeiden van, nou, laten we dat dan gewoon live, of in ieder geval met een microfoon doen. Dan kan iedereen daar profijt misschien weer hebben. Dus dat gebeurde. En wat ze hoopten, denk ik, en dat was ook de inzet van het gesprek, van dat we bij elkaar komen, dat we elkaar beter gaan begrijpen. En die inzet was prachtig. Maar gaandeweg het gesprek, ik word bijna misselijk. Ik vond het zo heftig om te horen, omdat ik natuurlijk ook zelf zoveel daarvan herkende. Ze kwamen niet samen. En het werd tenenkrommend, omdat wat je zag was dat de spirituele mensen, als ik ze dan even zo mag noemen, eigenlijk alleen maar in licht en liefde wilden zijn. En dus ook dat steeds benadrukte van, nee, wij bemoeien ons niet met het regeringsbeleid. En als de regering zegt van, ja, nou ja, je hebt een QR-code nodig of je moet een vaccinatie, ja, nou, dan houden wij ons daar gewoon aan. Wij houden ons met dat niveau niet bezig. Letterlijk zeiden ze ook zoiets van, ja, dat niveau waarop jullie zitten, daar zijn wij 30 jaar geleden zaten we daar, maar nu zitten we hier. En wij zijn daar niet meer. En we vinden het wel heel vervelend voor jullie dat jullie zo in angst zitten. Maar wij niet, want wij zitten hier. En toen dacht ik ook van, ja, ook hier weer, dat is een soort van of-of. Weet je, dus of je zit in het licht, of je zit in deze wereld. En wat voor mij het diepste inzicht is geweest destijds, is het is en-en. Ja, je bent al lang verlicht. Ja, alles is al lang goed. En je bent helemaal niet verlicht. Je bent op weg naar verlichting. Dus er zijn, hè, en je bent al lang een god. En je bent op weg om goddelijk te worden. En je bent al lang een engel, totaal verhoogd wezen. En je bent op weg om een engel te worden. En beide niveaus, beide dimensies zijn tegelijkertijd waar. En sommige mensen zitten te veel in alleen maar 3D. En andere mensen zitten te veel in, zoals deze mensen denk ik, alleen maar in het licht. Ja, en dat resulteert dan in dat je echt in een soort ontkenning van de realiteit leeft. En ik vond het heel mooi. Ik weet niet of Floris het in dat interview zei. Ik denk het wel, in dat gesprek. Toevallig, een week later was hij bij mij op bezoek. En dan konden we nog eens hierover praten. Maar toen zei hij ook van, want zijn vriendin is Molux. En toen zei hij ook van, maar stel nou dat de regering op een dag zou besluiten, jongens, iedereen is welkom in het restaurant, maar Molukkers niet.
zouden jullie dan ook meegaan? Dat vroeg je ook aan hun. Zouden jullie dan ook meegaan? Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want wat is het verschil tussen... Discriminatie is discriminatie. Ja. Ja. En dus, maar goed, ze kwamen dus niet tot elkaar. En ik, ik denk dat was voor mij echt wel een eye-opener. En in de wereld waarin ik mij begeef, ik ben ook meditatieleraar, dus ik kom heel veel mensen tegen die zich met spiritualiteit en bewustwording bezighouden. Kaart ik dit ook heel vaak aan. Weet je wel, mediteren, heel erg goed, heel erg belangrijk. We moeten inderdaad onze frequentie verhogen, want anders, als je alleen maar in angst en in boosheid of in verzet of in ontkenning zit, ja, daarmee gaan we zeker niet uit deze situatie komen. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk om in een hogere frequentie ook te zitten. Maar het is ook heel belangrijk om op het moment dat je dat licht en die liefde en compassie en kracht en vrijheid en geluk en wijsheid voelt en bent, dat je dat dan ook echt gaat inzetten in deze wereld. En niet daar blijft hangen. Mm-hmm. Want er zijn twee dingen die me bijgebleven zijn toen je net vertelde over dat verhaal van die podcast. En één is, ze wilden een mooi initiatief dat ze eraan mee wilden werken, maar zij zijn uiteindelijk wel degene geweest die hebben gezegd dat hij offline moest. De spirituele leermeesters. Ja, die hebben iets te veel over zich heen gekregen vanuit de samenleving. Ja. En wilden dat hij offline ging. Dus ook hier weer censuur. Censuur, ja. En ik bedoel, totaal hypocriet ook. En wat me ook veel opviel is dat je zei, ja, geen oordeel naar hen. Maar dat vind ik soms wel een beetje een lastige. Want ik bedoel, ik zou hen in persoon niet oordelen, maar ik de daad veroordelen. Vind ik toch wel, nou, misschien wel een oordeel over waard, weet je. Moeten we dan altijd niet oordelen over bepaalde situaties? Weet je, dat vind ik wel een lastige. Zeker in deze discussie. Want ik snap dat je ze niet wilt veroordelen of dat je geen oordeel over ze hen wilt vellen. Maar een slechte daad blijft wel een slechte daad natuurlijk. Eens. Ja, ik vind ook wel echt dat je gewoon echt een mening mag hebben ergens over. Kijk, een oordeel is... of iemand veroordelen. Het punt daarvan is een beetje dat je het ook vastzet of zo. Weet je? Een soort van, oké, hij is zo. En daarmee geef je die ander misschien ook niet de gelegenheid om te groeien. Om daaruit te stappen. Op het moment dat je iemand veroordeelt, maak je het voor die ander denk ik ook moeilijker om uit die stelling te stappen. Weet je wel? Want een oordeel is wel heel erg van, jij bent zo. Mm. En dat heeft wel effect op die ander, denk ik. Kijk, hoe meer mensen jou in een hokje stoppen, Jorn is zo, wordt het steeds moeilijker om eruit te stappen. Mm. Het is net alsof een soort die loopgraaf steeds dieper wordt of zo, waar je dan terechtkomt. Dus een oordeel misschien niet, maar een mening vind ik wel dat je mag hebben. Ja, mag maar. En ook een standpunt innemen daartegenover. De kunst is om een heel duidelijke standpunt in te nemen in de samenleving en tegelijkertijd in liefde en in compassie te zijn. Ik zal je een heel mooi voorbeeld geven. Ik heb jaren geleden heel veel lessen gegeven aan de Amsterdamse politie, meditatieles. En daardoor ook het korps redelijk goed leren kennen. Ik kon 30% van alle mensen toen meditatielessen geven. En op een gegeven moment had ik een heel mooi gesprek met een diender, Jos, politieman, die al mediteerde voordat ik hem leerde kennen. Een hele mooie kerel, heel spiritueel zou ik maar zeggen, in zijn attitude. En die vertelde op een gegeven moment dat hij een vuurwapengevaarlijke man moest inrekenen in de Warmoestraat. Nou, heftige buurt. Hij en zijn collega gingen erop af. En ze hadden ook gehoord dat hij een mes bij zich had. Dus dat was precair. Toen kwamen die kroeg binnen. En inderdaad, die man die stond daar hartstikke onder invloed. Van wat wisten ze niet precies. Maar in ieder geval had ook de pezen van zijn eigen vingers doorgesneden. Mm. Dus het was ook één grote bloedbad. En dat was een beer van een vent. Uiteindelijk hebben ze met hulp van een aantal café-gasten kunnen overmeesteren. Door echt met z'n allen bovenop hem te springen. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk werd hij ingerekend op het politiebureau. En Jos, de politieman, die was de laatste die zeg maar de sleutel omdraaide van de cel. Op het moment dat hij dat doet, zegt die man, hey you. En Jos kijkt om en ze kijken elkaar aan. En die man zegt, I will never forget your eyes. En
Jos die vertelde dus dat hij... wat hij oefende, zeg maar, beoefende tijdens zijn werk... was dat hij, terwijl hij heftige dingen moest doen... dus mensen met geweld inrekenen, toch de ziel blijven zien. Vanuit compassie, vanuit liefde kunnen blijven kijken. En in India, dus ik heb die oefening ook heel vaak gedaan... ze noemen dat drishti. Dus dat is eigenlijk dat je jezelf herkent als ziel, als spirit, als prachtig wezen. En die ander dus ook herkent. Want jij en ik zijn allebei prachtig wezens. Alleen de meeste mensen zijn dat vergeten. Die zijn zich zo gaan identificeren met hun vorm, met hun geloof, met hun huidskleur, met hun bankrekening, met hun afkomst enzovoort. Dat ze helemaal vergeten zijn dat ze dat prachtige wezen zijn. Maar als jij dat wel herkent in jezelf, dan ga je dat ook in die ander herkennen. Je ziet gewoon, oké, hij is helemaal de weg kwijt, deze gozer, weet je wel. Maar diep van binnen zit nog steeds die prachtige, liefdevolle ziel. En dat kun je dus doen in je dagelijks leven. Ik doe het nu ook, als ik nu naar jou kijk, dan zie ik gewoon achter die mooie façade van Jorn. Daar zit dat hele mooie wezentje zit daar, weet je wel. Mm. En dat doet iets met mensen, als je op die manier naar ze kijkt. Dus iets van, weet je wel, een soort... Ja. Maar moet daar niet vooraf gaan een soort van... een portie zelfliefde eigenlijk. Ja. Want dat is wel een beetje wat ik er dan zo in terug hoor. Van dat kan je natuurlijk pas in de ander zien op het moment dat je het in jezelf ziet. Ja. Nou, laat ik uit ervaring spreken. Dat is wel nou iets wat ik een groot thema nu vind in mijn leven. En ik zie dat dat gemist heeft lang. Maar wel volgens mij essentieel is voordat je dat ook bij anderen kunt zien. Ja. Als je dat niet in jezelf ziet, dan houdt het best wel snel op, geloof ik. Nee, daar begint het mee. Het begint echt met dat je jezelf herkent weer. Het leuke is dat de yogis die gebruiken de woorden meditatie en herinnering door elkaar. Vinden ze dat hetzelfde. Dus het is eigenlijk zeggen van ja, meditatie is gewoon herinnering. Je herinnert je weer, oh ja, ik ben natuurlijk nog steeds dat prachtige spirituele kosmische wezen. Die nog steeds heel is, diep van binnen. Maar daaromheen zijn allemaal lagen, ego-lagen gekomen van eigenlijk valse identificaties. Maar daar begint het mee, dat je jezelf herkent. En het is grappig, want ik geef al jaren stilte-retretes. En dus dan neem ik mensen een week lang mee de stilte in. En ik zeg tegenwoordig erbij, let op, je gaat verliefd worden. Want er zijn heel veel baby's al uit voortgekomen. En relaties uit die stilte-retretes. Want wat er gebeurt, is dat... Typisch eigenlijk voor een stilte-retrete is dat... Nou ja, je komt dan aan, en dan met 60 mensen of zo... En dat is een beetje zoeken van, oké, apart. Kamers die je niet kent, setting die je niet kent, eten wat je niet kent. Nou, je mag niet praten, je hebt geen telefoon, geen boeken, helemaal geen afleiding. Dus dat is echt wel, de eerste dagen is het een beetje ook afkicken. Mm. En ook niet per se leuk ook, weet je wel. Je mist je kinderen, je vraagt je af waarom doe ik dat in godsnaam, weet je wel. Ja, er is geen afleiding. Dus je wordt heel erg op jezelf teruggeworpen. En vaak... kom je dan achter dat het helemaal niet zo goed met je gaat als dat je dacht. Want dat je best wel heel veel obsessieve gedachten hebt. Je al een enorme zorg loopt te maken. Dat het gewoon nooit stil is van binnen. Weet je, dat je gewoon helemaal gek wordt van jezelf eigenlijk. Maar heel interessant, meestal zo rond de derde dag... dan komt er een soort overgave, een soort surrender... waardoor mensen door die drukke ego-laag als het ware heen vallen... en dan een soort van thuiskomen. Het is net... ik bedoel, en dat is er natuurlijk altijd. Die pure ziel is er altijd. Alleen, ja, je bent daar nooit. Je zit dan wel in die lagen te frutten. En dan vallen ze daar doorheen. En dan komt er een soort van, dat zie je ook gebeuren. Het is alsof het licht aangaat. Mensen zijn weer, weet je wel. En dan komt een glimlach en een ontzettende serene rust. En mensen zitten dan gewoon zo een beetje zo om zich heen te kijken. En van, wauw, wat is de wereld mooi. Je kijkt weer... naar de wereld met de ogen van een kind. Zoals je vroeger keek, weet je wel. Van je kijkt naar die boom. En je weet niet dat het een boom is, maar wat is het mooi. Alles. Mensen zeggen ook heel vaak van... alsof hun zintuigen weer echt aangingen. Weet je, je proeft ook het eten weer echt, weet je wel. Voor het eerst van, wauw. En het is alsof die boom licht geeft. Maar je gaat dus ook elkaar herkennen. En je ziet ineens van, wauw, wat ben jij mooi eigenlijk, weet je wel. En omdat je jezelf dus herkent in die schoonheid. Mm. En dan ontstaat vaak dat verliefde gevoel.
Want we vinden het soms heel moeilijk om echt van onszelf te houden. En dan projecteren we het op een ander. Weet je wel? Dus dan. Weet je wel? En daar ontstaan dus ook vaak kinderen en relaties uit. Wat op zich allemaal prima is. Dat is niet. Maar het heeft dus te maken. En daar kom ik erop. Als je jezelf herkent. Als je echt weer verliefd wordt op jezelf. Dan word je vanzelf weer verliefd op het leven. En op elkaar. Mm. Maar het begint bij jezelf. Dus ja. Het is innerlijk werk. Ja, precies. Nou, en dat is eigenlijk ook wel een mooie brug. Want. Dat is dan vaak wat ook mensen aan mij vragen van, maar wat? Nou, het begint altijd met wat kunnen wij doen? Wat kunnen we nou doen hiertegen? Ja. En dan is eigenlijk mijn eerste antwoord op daarop gegeven, nee, wat kan ik doen? Ja. Weet je wel? Want ja, het op zoeken naar een oplossing vanuit het collectief is het nog steeds buiten jezelf leggen. Ja. En het je soort van makkelijk ervan afbrengen, maar het is niet wat we gaan doen. Het is ja, wat ga ik doen? Wat ga jij doen? Wat gaan wij? In die zin dan, wat gaan wij doen? Ja. Maar het is wel een vraag die heel vaak terugkomt dan van ja, wat kan ik dan doen? Ja, ja. Ja, wat zou jij daarop antwoorden dan? Nou ja, heel veel. Je kunt heel veel doen, want alles wat je buiten jezelf projecteert, kun je niet zo heel veel mee. We kunnen het systeem niet veranderen. En hoe harder je gaat proberen om het systeem te veranderen, eigenlijk hoe meer je het systeem bevestigt, hè? Groter maakt, sterker maakt. En dus als je realiseert van oké, maar dat wat ik buiten mijzelf zie, is een projectie van mij. De wereld, dat ben ik eigenlijk, weet je. Dat is ook quantum physics, zeg ik wel eens voor de grap, quantum fysica. Is natuurlijk waar ze achter kwamen van wij, ons bewustzijn, creëert in feite de realiteit. Weet je? Wij, de waarnemer, creëert de realiteit. Als je dat eenmaal beseft, dan realiseer je dus dat je hoeft de wereld niet te veranderen. Je hoeft alleen maar je innerlijke wereld in feite te veranderen. Als jij vrede in jezelf kunt creëren, dan zal die vrede vanzelf zich gaan manifesteren om je heen. Onvermijdelijk, daar hoef je niks aan te doen. Want dat is gewoon besmettelijk. Dat it's oozing out of you. Het komt gewoon helemaal uit je. En dus het enige eigenlijk wat je hoeft te doen is orde op zaken stellen in jezelf. Nou, dat begint ermee dat je jezelf gaat herkennen in je oorspronkelijke vorm. Dus los van alles wat er omheen is gekomen. Het ego, je persoonlijkheid, al je conditionering, alles wat je hebt geleerd, de geschiedenis, het NOS-journaal, weet je wel. Al die dingen terugstappen. De waarnemer worden van je mind en van je conditioneringen. Nou, dat is eigenlijk best snel te leren. Dat is gewoon. Weet je, dat kun je in een paar weken tijd, als je dat regelmatig oefent, elke ochtend even gaat zitten en gewoon gaat kijken naar je mind en naar alles wat er gebeurt. En je realiseert van oké, ik heb gedachten, maar ik ben ze niet. Ik ben de waarnemer. En wat er dan gebeurt is dat je steeds meer je aandacht naar die waarnemer gaat verleggen. En op een gegeven moment ga je voelen, ja, dit ben ik echt. Weet je, je bent niet meer je gedachten, maar je bent degene die dat waarneemt. Dus je zit op een andere plek, zit je dan. En nogmaals, binnen een paar weken, de meeste mensen die ik meditatie, die binnen een, ja, soms al binnen een dag, voel je dat gewoon van, ah ja, maar ik ben natuurlijk helemaal niet mijn mind. En dan merk je dat de mind al tot rust komt, omdat je er niet meer mee identificeert. Je voelt het niet. En dan de tweede stap, en die is minstens zo belangrijk, is dat je de schaduw, zeg maar, dus dat wat in jou pijn is gaan doen, je trauma, wat je dus buiten jezelf bent gaan projecteren in de vorm van vijanden buiten je, dat je die in jezelf gaat oplossen. Nou, en de modekreet op dit moment in de spiripiriland, zou ik maar zeggen, is loslaten. Dus iedereen die ik ken is iets aan het loslaten tegenwoordig. Nee, je pijn, je trauma, je jeugd enzovoort. Maar loslaten is een tricky woord, want eigenlijk zit daar ook een oordeel in, weet je. Hij zegt eigenlijk van, dat is niet goed, dat ga ik loslaten. Of dat mag ik loslaten. Maar hoe harder je gaat proberen om ergens vanaf te komen of iets los te laten, hoe harder je ermee resoneert. Eigenlijk geef je het weer energie. En wat voor mij een ongelofelijke inzicht destijds was, zo'n super kwartje wat viel, is dat je het niet moet loslaten, je moet het juist gaan toelaten. Mm. Want alles wat je toelaat, dat zal jou loslaten. Je kunt je emoties en je jeugdtraumas kun je niet loslaten. Maar je kunt ze wel toelaten. En als ze er echt mogen zijn, dan zullen ze vanzelf oplossen. Ze laten jou los. Maar je kunt het alleen maar toelaten als je je er niet mee identificeert.
Want op het moment dat jij je nog steeds identificeert met je pijn. En de pijn komt omhoog. En sommige pijn is heel heftig. Hè? Veel dingen die wij in onze jeugd hebben meegemaakt zijn zo ontzettend pijnlijk. Zo, met zoveel schaamte en schuld en weet ik veel, verraad. Dus op het moment dat dat omhoog komt, kan dat ontzettend heftig zijn als je je daarmee identificeert. Je denkt van, oh ja, ik ben bang en ik voel me in de steek gelaten. Dus wat wij meestal dan doen om dat te overleven, is dat we het toch weer wegduwen. Hmm. Het is gewoon een overlevingsmechanisme. En dan komt het weer dieper in de schaduw terecht. Terwijl als je je er niet mee identificeert en die dat waarnemersperspectief kunt aanhouden, wat je dan in meditatie oefent, dan kun je de pijn die omhoog komt in jouw systeem, net als je gedachten van oké, er zijn gedachten, ik ben het niet. Er is pijn, ik ben het niet, maar het is er wel. Dan kun je helemaal aanwezig zijn voor die pijn, omdat je er niet mee identificeert. Net als dat je aanwezig kunt zijn voor de pijn van een ander. Mm-hmm. Dat kunnen wij vaak heel goed. Als een ander pijn heeft, dan kom maar, weet je wel. Huggen, knuffelen, helemaal er voor je zijn, weet je wel. Maar als het mijn pijn is, dan is het ineens een soort andere categorie. Maar dat is alleen maar dat woordje mijn. Dus als je dat eraf kan halen en gewoon realiseert, oké, er is pijn in mij. Er is verraad. Er is boosheid. Er is wrok. Er is schuld. Er is schaamte. En dat helemaal kunt laten bestaan. Kunt voelen. In je hart kunt sluiten, als het ware. Echt kunt omarmen. Dan lost dat op. Maar, en is het ook niet zo op het moment dat jij gelijk dat gevoel krijg ik nu een beetje, zeg maar, overgaat op loslaten. Is dat je, want dat, zeg maar, voor mijn gevoel, hè, als ik dan kijk naar de trauma's die ik ben aangegaan, dan ben ik ook wel gewoon, dan heb ik die pijn er laten zijn, zeg maar. Want de pijn die je altijd hebt weggestopt eigenlijk. Daar, voor mijn gevoel moet je daar wel eerst een keer doorheen voordat je hem echt kan accepteren en ook vervolgens kan loslaten. Ja. Maar wat ik inderdaad veel zie is dat die stap wordt overgeslagen. Dus je wil gelijk overgaan op het loslaten. Ja, precies. Terwijl, voor mijn gevoel moet je wel eerst aan die pijn toe en hem er laten zijn. Ja. En er doorheen gaan voordat hij een plek krijgt. En hem ook daadwerkelijk kan loslaten. Ja, maar dat is weer die spiritual bypass. Van weet je, dat je meteen al in van nee hoor, ik vergeef mijn vader. Mm. Weet je wel? Ja, hallo. Maar je hebt nog niet eens echt de pijn gevoeld. Je kunt dat eigenlijk. Vergeving is eigenlijk een heel natuurlijk proces. Op het moment dat je de pijn werkelijk een plek hebt kunnen geven, dan vanzelf is er ook vergeving. Want dan snap je die vader ook, weet je. Die kwam ook weer vanuit pijn. Mm. Dus dan voel je, omdat je zelf die pijn hebt doorleefd en geaccepteerd en een plek hebt gegeven en echt met compassie en liefde hebt kunnen omhullen, als het ware, dan is er vanzelf ook naar jouw vader toe die compassie. En het mooie daarvan is dat je daarmee ook je vader helpt. Dus dat wat jij, weet je, het is echt een familielijn die je aan het helen bent, omdat jij, ja, je bent gewoon het sluitstuk van een heel drama, als het ware, wat generaties lang waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. En als één iemand in staat is om uiteindelijk dat echt een plek te geven en op te lossen, dan heel je zelfs die hele lijn. Mm. Dus het is best wel groots werk eigenlijk, wat zich allemaal in jou afspeelt. Ja, en daarmee heb je dus op het moment dat je dat ook aangaat een veel grotere invloed op het collectief dan je misschien zelf denkt. Dat is het mooie. Ja. Ja. Wat ik wel opvallend, of ja, opvallend vind, wat ik in ieder geval zelf ook ervaar, is op het moment dat je, want je legde net uit, je moet al die lagen van jezelf eigenlijk een beetje afstrippen. Als ik dan mijn eigen proces kijk, dan denk ik dat het begint bij het idee dat, nou, eerst hoe ik dacht dat ik mijn leven zou gaan invullen, namelijk clubeigenaar en bladibladibla, dat moest gaan loslaten. Daarna hoe de wereld in elkaar steekt en uiteindelijk lagen echt in jezelf gaat wegstrippen. Maar voor mij heeft dat wel geregeld met periodes als een soort van stervingsproces ook wel gevoeld. Ja. Ja. Hoe je net zei, komt het bijna nog soort van makkelijk over of zo. En misschien is dat voor sommige mensen ook zo, hoor. Maar voor mij, ik ben wel echt door diepe dalen moeten gaan en door echt fucking veel pijn moeten gaan. Ja. Voor bij dat punt uit te komen eigenlijk. Ja. Ik heb wel echt gevoeld, gewoon wel een stuk, nou, een paar keer, gewoon echt wel als een stuk van mezelf wat gewoon stierf. Ja, zeker. Dat is het ook. En dat is super moedig dat je dat hebt gedaan. Maar dat is het. Het is, je moet sterven om te leven. Dat is een rare paradox. Ja. Dus de yogis noemen dat de kleine dood. Dus hoe meer je kunt sterven voor je kleine ikje, weet je, voor alles wat je dacht dat je was, hoe meer je tot leven gaat komen. Dus dat is een hele rare paradox. Mm.
Ja. Want ik denk dat jij ook hebt ervaren, correct me if I'm wrong, maar dat je door die pijn heen te gaan, dat het enorm bevrijdend was. Redelijk snel. Ja, ja, redelijk snel. Ja. Ik denk vanaf het moment dat je het echt accepteert, zeg maar, dat, ja, dat die pijn er is en dat je hem er laat zijn. En dat doet dan echt even pijn, ja. Maar dat jank je er dan even goed uit. Maar kort daarna komt er echt al redelijk snel inderdaad een last voor mij. In ieder geval een last van je schouders. Ja. Waardoor je het al redelijk snel een plek kunt geven. Ja. Daarna gaat het heel snel. Alleen de weg daarnaartoe is gewoon in mijn ogen vaak een pijnlijke. Ja, weet je wat het is? Pijn, hè, dus heel veel pijn, met name die in de jeugd is ontstaan. Hè, want we worden best wel getraumatiseerd over het algemeen. Wat wij doen, en dat is een overlevingsmechanisme, is we dissociëren daarvan. Hè, om door te gaan, weet je. Dus je voelt je verraden in de steek gelaten, niet gezien. Waar we het net ook over hadden, van wat doe ik hier in godsnaam, weet je. Ik hoor nergens bij. Dat is natuurlijk allemaal hele heftige gevoelens voor een kindje van 6, 7, 8 of zo. Nou, dus eigenlijk kun je daar niet mee dealen. Dus dat stop je dan in wat Jung de schaduw noemt. Hè? Dat komt daar dan terecht. En eigenlijk in de hoop van, oké, ik kan er nu niet mee dealen. Ik moet nu door. Maar misschien als ik straks groot en sterk ben, dan ga ik dat wel verwerken, hoop je dan. Maar het punt is, de meeste mensen komen daar nooit aan toe. Sterker nog, er komt alleen maar meer bij. Er is al heel veel pijn. Dat zit al in die schaduw. Daardoor ben je al gefokt en angstig en niet op je gemak. En vervolgens race je maar door in je leven. Bijna niemand neemt tijd om, nou ja, wat ik net zei, bijvoorbeeld eens een week op stilte-retraite te gaan en zich af te vragen, wat gebeurt er eigenlijk allemaal van binnen? Wie ben ik eigenlijk? En echt even beschikbaar zijn voor jezelf. De meeste mensen doen dat bijna nooit. Dus er komt alleen maar meer bij. En het gevolg daarvan is dat we eigenlijk voortdurend in een soort stand staan. Ik vergelijk het wel eens met als je een bal onder water duwt. Weet je wel? Dat je eigenlijk de hele tijd bezig bent vanaf het moment dat je wakker wordt 's morgens om die schaduw, die pijn, eronder te houden. Weet je wel? Nee, het gaat goed met mij. Ja, druk, druk, druk. Ja, natuurlijk ben je druk. Want het enige wat je aan het doen bent is aan het proberen weg te blijven van wat je voelt van, ja, maar er zit iets wat eigenlijk heel veel aandacht vraagt. En het punt is dat kun je een tijd volhouden. Maar het kost zoveel energie om die bal onder water te houden, dat er gewoon onvermijdelijk bij de meeste mensen een punt komt waarop dat niet meer gaat. En voor heel veel mensen is dat tegenwoordig de burn-out. Burn-out is gewoon een modeverschijnsel bijna nu. Waarom? Dat is eigenlijk gewoon dat je systeem op een gegeven moment zegt van, ja, ik kan het gewoon niet meer. Ik kan dit niet meer. En dan knap je. En dat is dan vaak een heel klein aanleidingtje, is dan de druppel of zo. En dan bam, dan gaat het hele systeem gaat down. En wat interessant is dat, nou, dat kan dan best een lang proces zijn voor veel mensen, dat bijna iedereen die daar dan weer uitkomt zegt van, eigenlijk was het een blessing in disguise, weet je wel. Want die burn-out dwong mij om te gaan zitten of te gaan liggen en echt te vragen aan mezelf van, hoe gaat het eigenlijk, weet je wel. En echt die pijnlijke stukken werkelijk aan te gaan. En dus, ja, ik denk dat je dat kan voorkomen, die burn-out situaties, of die hele heftige situaties, door nu al bijvoorbeeld dagelijks even in te checken met jezelf. En ik noem dat meditatie, maar dat kun je op alle manieren doen. Het kan een boswandeling zijn, het kan, het kan alles zijn, net wat voor jou werkt. Maar in ieder geval dat je momenten neemt om dagelijks even af te vragen van, wat leeft er nu in mij? Wat voel ik eigenlijk zoal? Wat denk ik zoal? Wat gebeurt er eigenlijk? En dan daar gewoon echt voor aanwezig te zijn. Waardoor je de boel in beweging houdt en ook schoonmaakt. Het is eigenlijk een soort mentale, geestelijke, spirituele hygiëne, zou je kunnen zeggen. Ik vroeg ooit eens aan een yogi, was wel grappig. Ik vroeg aan hem, het was in India, van, waarom mediteert u eigenlijk elke dag? En toen keek hij me stom verbaasd aan. Toen zei hij, je gaat toch ook elke dag onder de douche? Zo van, hij vond dat gewoon, dat is gewoon hygiënisch. Zo vanzelfsprekend, ja. Gewoon elke dag even weer de boel op orde krijgen, weet je wel. Van, is er iets waar ik nog boos over ben? Of iets waar ik verdrietig over ben. Nou, wees daar even echt voor aanwezig, voor dat gevoel. Zodat het er mag zijn, er kan zijn. En dan laat het jou los. En dan kun je weer door en dan ben je weer schoon. Mm.
Dus zo, dat vind ik het fijne van dagelijkse meditatie. Of dagelijks bedoel, al doe je het wekelijks. Maar dat je de boel schoon houdt. Of eerst schoon maakt eigenlijk. Want het, in het begin is het echt als een rommelzolder waar je al heel lang niet meer bent geweest. Van jezus, weet je wel, even alle rotzooi, groot vuil, grof vuil, puin. En op een gegeven moment wordt het steeds schoner. En dan is de kwestie gewoon van bijhouden. En dan kun je dus die enorme calamiteit als burn-outs en heftige dingen kun je voorkomen, denk ik. Jij zegt net dat we eigenlijk altijd allemaal zeggen, we zijn druk. Ik vind, dit is laatst iets wat mijzelf ook is opgevallen, is dat iemand dat aan mij vroeg en dat ik bijna dat ook wilde reageren. Maar toen dacht ik, ik ben helemaal niet druk. Nee. Ik ben juist eigenlijk de afgelopen weken fucking veel met mezelf bezig. En me gewoon best wel een tijdje kut aan het voelen. Dan weer goed aan het voelen, dan weer kut aan het voelen. Ja, ik ben gewoon met mezelf bezig. En ik dacht, waarom kan ik dat niet gewoon zeggen? Ja, hè? Waarom wil je dan toch als eerste reactie zitten toch ingebakken dat je wil zeggen, ja, nee, je hebt hartstikke druk. Ja. Nee, dat ben ik helemaal niet. En ik ben blij eigenlijk dat ik het niet druk heb met dat soort dingen allemaal. Want dit geeft mij gewoon de tijd en de ruimte om mezelf te ontwikkelen. Ja, grappig. Eigenlijk zouden we dat gewoon allemaal als antwoord moeten geven als het zo is. Maar dat is dat wordt niet als cool gezien of zo in deze samenleving. Ik weet nog, het was grappig. Toen ik begon met mediteren destijds, ik woonde toen in een benedenhuis. En wat ik dus vaak deed, was gewoon regelmatig gedurende de dag ook even zo lekker op de bank zitten. En dan zo even naar binnen. En vaak deed ik dat met de ogen open. Ik kon met de ogen open ook makkelijk mediteren. En ik merkte dan dat als er iemand voorbij liep, dat ik dan snel even iets ging doen. Weet je wel, zo van, ja, je gaat toch niet zomaar in je eentje gewoon overdag gewoon zo een beetje voor je uit. Ja, in een stoel zitten en een beetje voor je uitkijken. Dat doe je niet, dat is not done. En ik probeer dat inderdaad, in eigenlijk al mijn werk, probeer ik meditatie cool en hip te maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm. Weet je, zo van, waarom niet, weet je wel. Wat is er eigenlijk, ik bedoel, misschien ben je wel effectiever als je de wereld wil veranderen, door juist niks te doen. Door gewoon in een stoel te gaan zitten en je binnenwereld te gaan onderzoeken en daar orde op zaken te stellen. Het is grappig, want ik ben ooit met een project begonnen dat heet Stadsverlichting. En Stadsverlichting is een meditatienetwerk, begon bij mij in mijn huiskamer. Waarom ben ik toen daarmee begonnen? En ik nodigde buren en vrienden uit. Omdat er onderzoek was gedaan dat als mensen samen mediteren, dat ze een meetbaar effect hebben op de samenleving. Mm-hmm. Weet je wel? Dus ze kwamen erachter dat in steden waar 2-3% van de samenleving regelmatig mediteerde, dat het minder druk was op de spoedeisende hulp, dat er minder verkeersongevallen waren, minder branden, het was een vriendelijker milieu, meer creativiteit. Weet je wel? Echt super goede dingen alleen maar. Alleen maar doordat mensen zo'n veldje aan het verspreiden waren. Dus toen ik dat las, dacht ik echt van, ja, weet je, dus inderdaad, als we een betere wereld willen, dan begint dat wel met een aantal mensen die, laten we zeggen, stel nou dat je 3% van Amsterdam aan het mediteren kan krijgen, weet je wel. En dat is helemaal niet, uiteindelijk kwam ik erop uit, want uit dat onderzoek was heel interessant, het was 3 of 4%, maar ze zeiden van, als het geoefende yogis zijn, dus mensen die echt goed kunnen mediteren, dan heb je aan de wortel uit 1% al genoeg. En voor Amsterdam waren dat destijds in ieder geval 86 mensen maar. Dat is heel weinig. 86 mensen die regelmatig in meditatie gewoon een super goede, fijne vibe uitsturen, kunnen dus de hele stad optillen eigenlijk, weet je wel. En daar is Stadsverlichting uit voortgekomen. Er zijn nu, ik geloof, 1500 huiskamers die daar aan meedoen. Nice. Ja, heel leuk. Vanuit het idee van, we kunnen, misschien zijn we effectiever als we de wereld willen veranderen door juist niks te doen. Want dat hele idee van druk, de human doing, haalt ons weg van ons human being. Gewoon wie we zijn. Mm-hmm. En daar begint het wel mee. En op het moment dat je dat weer voelt, je being, dan is het tijd om iets te gaan doen. Maar dan doe je het niet vanuit reactie of vanuit conditionering. Going through the motions. Ja, dit doen we nou helemaal altijd. Nee, het komt van binnenuit. En het heeft dus intentie en power. Mm-hmm. Dus dat is zoals ik het eigenlijk zie. De eerste stap voor ons, de meeste mensen nu, is ga naar binnen. Voel jezelf weer. Kom weer thuis bij jezelf. Creëer weer vrede. Zie de duivel in jou. Hè, de duisternis onder ogen. Clean up. Mm-hmm. Wake up. Clean up en dan grow up.
En ga dan staan weer in de wereld. En dat gaat natuurlijk, weet je, dat doe je met je allemaal. Hè? Dus niet van de eerste 14 jaar terugtrekken en dan. Maar gewoon. Maar en de actie die voortkomt uit dat in die innerlijke heelheid, zullen acties zijn die voor ons allemaal goed zijn. Mm-hmm. Omdat ze tot heelheid leiden. En weet je wat ik wel veel terughoor dan van mensen, of in ieder geval nu ook al mensen kan zien horen eigenlijk, als je dit zo gezegd is van, ik denk dat mensen zich niet een echte voorstelling erbij kunnen maken, waardoor ze zullen vervallen in van, maar sowieso natuurlijk al, weet je wel. Maar dadelijk heb ik geen werk meer. Of dadelijk heb ik geen inkomen meer. En dat is natuurlijk ook waarom veel mensen nu zo bang zijn voor het uitgesloten worden met die QR. Dadelijk kan ik niet meer naar de kroeg, wat ze heel belangrijk vinden. Nou, ik denk dat je bij het raden moet gaan waarom je dat zo belangrijk vindt. Maar mijn punt is dat heel veel mensen denk ik nog niet hebben ervaren. Zolang je het niet hebt ervaren wat er gebeurt op het moment dat je dat werk met jezelf gaat doen en vanuit daar gaat handelen, dat je dus eigenlijk op dat moment alles naar je toe krijgt wat je nodig hebt. Ja. Zo heb ik het in ieder geval afgelopen anderhalf jaar heel erg ervaren. Ja. Zolang je dat nog niet hebt ervaren, blijft het misschien ook wel een soort abstract verhaal wat jij hier nu afsteekt naar die mensen. Dat denk ik ook. En ik denk dus ook dat het misschien nog een graadje erger moet worden. Want dat mensen echt gaan beseffen van, joh, al die dingen waar ik me nu zo aan vasthoud, die baan of die kroeg of dat soort dingen, of Netflix of whatever, is dat eigenlijk wel wat mij echt gelukkig maakt? Ik hoorde laatst, er is een boek geschreven, dat gaat over bullshit jobs. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, maar er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe nuttig de dingen zijn die wij doen. Mm. En nou blijkt dus dat een enorm groot percentage, ik hoorde zelfs percentages van 40-50% van alle banen die mensen doen, gewoon nergens op slaan. Mm. Echt gewoon bij spreken een stapel papier van die kant naar die kant brengen en dan uiteindelijk weer terug. En dat is misschien nog niet zo erg, maar mensen ervaren dat zelf ook. Mm. Mensen ervaren van mijn leven, mijn baan, want een heel groot gedeelte van je leven is natuurlijk je baan, is volstrekt nutteloos. Ik weet je. En ik denk dat op het moment dat je daar een soort afstand toe kan nemen en door middel van stilte of het kan ook een crisis zijn, gedwongen bent om daar eigenlijk uit te stappen en wordt teruggeworpen op jezelf en jezelf weer gaat terugvinden, dat je dan ook gaat zien van, ja, maar ik vond die baan ook eigenlijk niet leuk. Ik was ook eigenlijk helemaal niet gelukkig elke avond voor de tv. De relatie waarin ik zat, die zat al jaren in het slop, weet je. En ik bleef maar omdat ik eigenlijk niet de moed had om daar uit te stappen. Dus ik denk ook dat we ook nu in die coronatijd, dat mensen klagen over van, ja, maar we raken banen kwijt en onze kinderen kunnen misschien niet meer naar school en we kunnen misschien niet meer uit. Maar ik denk dat als we heel diep in ons hart kijken, dat we ook misschien wel een soort van dankbaar kunnen zijn dat heel veel beslissingen nu voor ons genomen worden die we eigenlijk misschien wel eerder hadden willen nemen, maar gewoon misschien niet de guts hadden om het te doen. En dat bevestigt ook weer dat de wereld en de situatie die om ons heen is in feite een reflectie is van onszelf. Wij hebben dit gecreëerd. Wij hebben corona gecreëerd met z'n allen omdat we wakker willen worden. Omdat we gewoon, het moet nog erger worden. Weet je, en gelukkig zijn er nu al heel veel mensen die aan het wakker worden zijn. Maar duidelijk nog niet genoeg. En dus moet het nog erger. En dat is wel een beetje wat ik af en toe jammer vind. Ik denk van, Jezus, weet je wel. Oké, ik denk ook dat de dark side, als je het even uitzoomt, dat die denken van, hebben ze het nou nog niet door, weet je wel. Wat moeten we nou weer bedenken? Wat zullen we doen? Ja, economische crisis dan maar weer? Ja, maar dat hebben we ook al zo vaak gedaan. Ja, dat is waar. De crisis zijn gewoon op eigenlijk. Ja. Derde wereldoorlog? Nou, jezus man. Even niet nog. Wat dan? Nou ja, weet je wel zo. Terwijl eigenlijk zou dit al genoeg moeten zijn, toch? Mm-hmm. Ja. Nou, ik zei het gisteren toevallig nog op mijn Instagram. Ik ben dus echt dankbaar eigenlijk voordat ze nu meer dingen gaan verzinnen. Zeker dat hele uitsluiten van de maatschappij.
Omdat natuurlijk een deel zal caven en een deel zal dus wel mee gaan doen en mee gaan lopen. Maar dat is dat zo. Daar hebben we ook geen invloed op. En die mensen die komen vanzelf wel weer een keer terug. Ja. Of niet. En dan is het ook oké. Okay. Maar er zullen ook een hoop mensen nu zijn die daadwerkelijk dus echt aan de slag moeten met het anders gaan doen. Omdat ze echt gedwongen niet meer mee kunnen doen aan deze matrix. Ja. Voor een deel. En dat is iets waarvan ik zelf denk, ja, daar kunnen we best wel dankbaar om zijn. Ja. Want dit gaat gewoon zorgen voor dat mensen nu echt in de actie gaan komen. Hebben ze nog niet echt hoeven doen, maar nu moet je. Ja. Nu moeten we zelf nieuwe scholen gaan maken. Of, ja. Wat een creativiteit komt daarin vrij. We moeten in onze creatiekracht gaan staan. Precies. En ik denk dat die hebben wij enorm, al is die heel erg onderdrukt. Maar die moet er nu weer uit gaan komen. Dus wat dat betreft denk ik dat er nu een periode ook aan gaat komen naast heel veel duistere shit. Met ook heel veel mooie dingen waar we ons op kunnen verheugen. Ja, ja, ik hoor ook wel eens van mensen die dan de oorlog hebben meegemaakt. Dat ze zeggen van, het klinkt gek. Maar ergens was dat de mooiste tijd van mijn leven. Omdat er zoveel ook kameraadschap was. En samenhorigheid en dankbaarheid voor wat je nog wel had en zo. Ik bedoel, ik wil niet zeggen, het gaat nu te goed. Maar wat mij wel bijvoorbeeld opvalt, is dat ik, als ik wel eens, dat gebeurt niet vaak, maar in de Peese Hoofdstraat in Amsterdam loop, wat dan een beetje de duurste buurt van Amsterdam is, met alle dure winkels, dat je heel veel chagrijnige koppen ziet. Hmm. Je ziet heel weinig mensen gewoon ongecompliceerd blij zijn, omdat ze hun 20ste paar sneakers hebben gekocht of whatever, weet je wel. Ik bedoel, ik heb ook heel veel gereisd en in India en in Afrika, of nou, Afrika minder, maar Zuid-Amerika. En wat mij altijd opvalt, is dat je dan vaak in sloppenwijken vaak veel meer lachende gezichten ziet dan in hele rijke buurten bijvoorbeeld. Weet je, dus hoe heftig ook, ergens vanuit een groter perspectief denk ik dat dit ons heel veel goed gaat doen. Omdat we eigenlijk al zo klaar waren met die consumptiemaatschappij en dat hangen voor de tv en het geleefd worden. Weet je, we are entertaining ourselves to death. Zoals Neil Postman zo mooi zei. Ik denk dat, dat gedwongen worden uiteindelijk, maar nogmaals, dat doen we uiteindelijk zelf, om weer in onze kracht te gaan staan, in onze scheppende vermogens, ons alleen maar goed zal doen. Denk ik ook. We hebben het nu even over creatiekracht, die wat kleiner is gehouden, denk ik, en die nu naar boven komt. Maar ik hoorde jou net ook even zeggen, toen je aan het vertellen was over Timebender, over ons junk DNA. En die vind ik ook wel heel interessant eigenlijk. Dat we, nou, misschien kan je daar zelf wat meer ook over vertellen, maar dat we vanuit de epigenetica bevestigt dit nu geloof ik ook. Hè, dat we dat junk DNA is eigenlijk helemaal geen junk DNA. Maar dat is gewoon oud DNA wat we ooit toegang tot hadden eigenlijk. Ja. Misschien zeg ik het verkeerd. Maar en waar we nu eigenlijk weer steeds meer bij kunnen gaan komen. Ja, ja zeker. Ja, helemaal. Het is met ons gesjoemeld. En dat DNA is als het ware onklaar gemaakt. Wat heel interessant is, heb jij ooit van Christina von Draaien gehoord? Ja, zeker. Dat jonge meisje in Zwitserland geboren. Ze is nu 20 inmiddels. Zij is echt een fenomeen. Zij kan dingen. En haar moeder heeft, er zijn inmiddels 4 boeken van haar verschenen, waarvan de eerste 2 eigenlijk door haar moeder zijn geschreven, omdat ze nog te klein was toen. Over haar, over de gaves die zij heeft. Toen ze 12 was of zo, toen zat ze al aan de keukentafel, zat ze haar moeder uit te leggen hoe het universum in elkaar zat, met string theory en kwantumfysica. Hele heftige metafysische concepten die ze gewoon allemaal, dat wist ze gewoon allemaal. Ze herinnerde zich waar ze vandaan kwam, uit welk sterrenstelsel. Ze wist ook waarom ze naar de aarde was gekomen, met welke opdracht. Ze zag de toekomst. Ze kon je vertellen dat in dat huis, 3 straten verderop, op de bovenste plank ligt een boek en op bladzijde 40 staat ze zo. Haar moeder die kwam vaak 's nachts eventjes in de kamertje kijken of ze sliep. Christina sliep bijna niet. En dan was het pikdonker en dan zat ze een boek te lezen. Weet je wel, dat maakt allemaal niet uit. Mm. Nou ja, dat soort dingen. Dus daar heeft haar moeder toen verschillende boeken over geschreven. En ik ben met haar in contact gekomen omdat zij, een heel wonderlijk verhaal ook eigenlijk, dat zij Timebender had gelezen. Wat heel bizar is, want ik heb Timebender in het Engels geschreven, maar ik had uiteindelijk zelf ook terugvertaald naar het Nederlands, omdat ik hem gewoon hier wilde uitbrengen. Maar ik had wel 100
Engelse boeken laten drukken. En die boeken zijn een beetje zo naar vrienden gegaan of Engelstalige mensen die ik dan hier in Nederland kende. Een of andere manier, ik weet niet hoe, Christine weet niet hoe, is dat boek bij haar terechtgekomen in dat hele kleine bergdorpje in Zwitserland, waar zij woont. Nou, zij heeft dat boek gelezen. En zij vertelde later, toen ik haar dus daarnaar vroeg, ze zegt van, als ik een boek lees, dan lees ik niet alleen het boek, maar ook de auteur. Want zij voelt dan de figuur erachter en de historie daar weer achter. Ze ziet dan blijkbaar het hele plaatje. Nou, wat zij deed, toen is ze naar haar uitgever gegaan en zei, je moet dit boek gaan uitbrengen in Duitsland. Want het bevat waarheid. En Ronald, die ik inmiddels dan ook ken, haar uitgever, die had zoiets van, ja, maar weet je, hoe de hel is Tijn Tauber? En ja, weet je, ik moet het gaan vertalen, wat ook een behoorlijke klus is. En ja. Elke dag krijg ik manuscripts op mijn bureau kant en klaar. Mm. Van soms ook hele bekende mensen. Dus ja, waarom zou ik dat doen? En het zei ze, ja, maar je moet het doen. En dus toen kreeg ik een mailtje van hem. Waarin hij zei, ik kom zo trouwens op het antwoord op je vraag, hoor. Hey, maar ik vind het heerlijk. Ja. Ik zit gewoon lekker te luisteren. Okay, dus neem je tijd. En, okay. Dus ik kreeg toen een mailtje van hem. Nou, mijn naam is Ronald Zuur. Ik ben de uitgever van Christina en de boeken van Anastasia. Die gaf hij dan ook uit. En Christina zegt dat ik jouw boek moet uitgeven. Maar wil je dat überhaupt? Want als je het niet wil, dan zijn we gelijk klaar natuurlijk. En ik zei, ja, natuurlijk wil ik dat. Oké. Nou, wekenlang hoorde ik niks. En toen kreeg ik weer een mailtje van hem. En toen zei hij van, ja, sorry, het duurde even. Maar ik zag het toch wel erg tegenop om het allemaal te gaan vertalen. Dus ik dacht, ik laat het even liggen. Ik zie Christina over een paar weken weer. En dan vraag ik het of het echt nodig is, weet je wel. Dus toen kwam hij bij haar in haar bergdorpje weer. En zij zat met dat boek op haar balkon. En zei, je hebt het nog steeds niet uitgegeven. Dat wist ze natuurlijk. Of dat had ze gezien of whatever. En dus toen moest hij wel. En inmiddels is het boek uit. En ik kreeg een paar dagen geleden een mailtje. Er zijn al 5000 verkocht. En, maar dat heeft alles met Christina te maken, moet ik eerlijk toegeven. Want zij promoot dat boek nu ook in de Duitsstalige landen. Mm. Maar om op antwoord op jouw vraag te geven, zo heb ik Christina dus leren kennen. En ik ben dus nu een aantal keer ook in Zwitserland geweest om haar te ontmoeten. En zij zegt dus dat wat zij kan, dus helderziend, heldervoelend, helderhorend, helderwetend, dat is voor jou en mij ook mogelijk. Dat is eigenlijk onze natuur. Zo zijn wij. En de enige reden dat jij en ik dat misschien moeilijker vinden dan zij, is omdat haar frequentie hoger is. En daarom is dat verhogen van die frequentie zo belangrijk. Want ze zegt, op het moment dat jij in een hogere trilling komt, dan vanzelf gaat dat junk DNA gaat weer aan, als het ware. Als jij in een lage frequentie zit, dus in angst, en de allerlaagste frequentie waar je in je kunt zitten is schuld en schaamte. Mm. Dat is echt het aller. Vandaar ook dat de kerk, schuld, schaamte, boete, hè, je bent zondig en nietig en geneigd tot alle kwaad, is het ultieme middel om het volk eronder te houden. Weet je? Dus dat is gewoon ook weer een hele handige agenda geweest. Dus, maar op het moment dat jij dus daaruit komt en jezelf gaat herkennen als dat grootse, prachtige, liefdevolle, krachtige, wijze, knetterverlichte wezen, dan gaat jouw frequentie zodanig omhoog. En vanzelf zullen dus die kwaliteiten die daarbij horen bij de frequentie online komen. En dus vanzelf gaat jouw DNA gaat weer aan. En dat zegt zij, kijk, het enige verschil dus tussen haar en tussen ons is dat haar frequentie hoger is, waardoor haar DNA aangaat. En het mooie is, of aan is gegaan. En het mooie is dat zij dus zegt dat over de hele wereld nu miljoenen kinderen zoals haar zijn. Niet al die kinderen herkennen zichzelf nog. Zij is een vrij uniek geval, omdat ze niet alleen, laten we zeggen, haar hele DNA is online. Ze is eigenlijk al een. Ze is eigenlijk onze toekomst. Maar ze weet het ook. Weet je, sommige zijn heel veel kinderen tegenwoordig, dat hoor ik dan van ouders, die zijn gewoon super ver in hun ontwikkeling. Weten dingen, zien dingen, snappen het. Alleen ze snappen niet waarom ze het snappen. Mm. En dus dat brengt ze ook wel in een soort conflict. Maar Christina snapt ook waarom ze het snapt. Mm. En kan dat dus ook uitleggen. En dus de laatste twee boeken van haar hand zijn ook door haarzelf dan geschreven. En maar het is heel interessant om met haar om te gaan. Omdat ik daardoor de gelegenheid heb om af en toe in de aanwezigheid te zijn van iemand die
voorleeft eigenlijk wat onze mogelijkheden zijn. En dan zie je gewoon van ja, dat kunnen wij dus gewoon. Ja. Nou, dan zal ik gelijk maar even een scoop ingooien dan. Want wij gaan hoogstwaarschijnlijk binnenkort naar Zwitserland om een gesprekje op te nemen met Christina. Wat goed, het is gelukt. Ja, ja, jij hebt, wow. Ja, precies. Jij bent daar de initiator van geweest eigenlijk. Je hebt contact. Ik heb contact, ja. Met ja. Nicola. Nicola, inderdaad, ja. En we gaan het, dat wordt voor mij weer een hele uitdaging. We gaan het in het Duits doen namelijk. Oef. Maar mijn vader is Duits, maar mijn Duits is it's a bit rusty, zeg maar. Ja. Dus ik moet me even gaan voorbereiden, denk ik. Maar ik heb daar wel zin in, ja. Want de dingen die ik van haar heb gehoord en zo is wel heel bijzonder. Ja, zij is heel bijzonder. Ja. En het is goed dat je het in Duits kan. Mijn Duits is echt super, 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 super rusty. Mm. En Christina is sowieso heel stil. Ook best wel verlegen. Ze is ook jong, hè. Mm. Gewoon een jonge vrouw nog. Maar als je Duits kan praten met haar, is dat wel een heel groot voordeel. Want dan kun je gewoon rechtstreeks. Bij mij gaat het ook vaak nog een beetje via Nicola. Ja, dat zeiden zij ook. Maar ik ga het gewoon in Duits doen, joh. Dus heel mooi. Ja. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen erover is dat als je dat zo zegt over Christina, en ik merk het bij heel veel mensen ook, die houden het eigenlijk niet voor mogelijk. Dus het weerstand op, als dat soort dingen worden gezegd, dat wij eigenlijk in staat zijn wat jij net allemaal zei, wat Christina dus ook laat zien, wat er kan, is dat er bij heel veel mensen denk ik weerstand op zit op dat verhaal van ja, maar dat kan toch niet, of het is toch weer een brug te ver eigenlijk. Ja. Terwijl Als je daarvoor open staat, zeg maar. Het is eigenlijk zonde als je daar niet voor open zou staan. Ja, ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ik heb ooit in Colombia een sjamaan ontmoet. En in hun kringen, maar überhaupt wel in die landen, is het eigenlijk heel normaal voor hun om in contact te staan met overleden grootouders, met totemdieren. Die zien gewoon allemaal dingen die wij helemaal niet zien. En ik vroeg ook aan hem, maar hoe kan dat nou? Weet je wel? Hoe kan het nou dat voor jullie zo normaal is en voor ons zo ingewikkeld? Toen zei hij van, nou, dat komt omdat jullie leven vanuit het paradigma eerst zien, dan geloven. En bij ons is het eerst geloven en dan zien. Dus precies wat jij zei, op het moment dat je ervoor open staat dat het wel eens waar zou kunnen zijn, dan ga je het ook waarnemen. Maar als jij al vanuit gaat van, ja, maar dat is gewoon gelul natuurlijk. En Dan is het ook gelul. En dan zul je het ook nooit zien. Nee. Dus daar begint het inderdaad mee. De openheid eigenlijk van geest. Van het zou wel eens waar kunnen zijn. En ik denk, dit is iets wat ik heel veel benadruk op dit moment, ook in filmpjes die ik maak. Ik denk dat we de komende tijd achter gaan komen dat vrijwel alles van wat wij denken dat waar is, niet waar is. Dat wij erachter gaan komen dat alles wat wij op school geleerd hebben over wie we zijn, over onze geschiedenis, over noem het maar op, dat niet waar zal zijn, zal blijken te zijn. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk iets wat jij hebt opgeschreven in Timebender uiteraard. Ja, ja. En dat is heel schokkend, denk ik. Dat, ik bedoel, ik, dat zul jij ook hebben in ons onderzoek, want wij zijn onderzoekers allebei natuurlijk, we zijn de hele tijd aan het kijken van, ja, maar weet je wel? En hoe dieper je down die rabbit hole gaat, hoe meer je erachter komt van dat. Ja, waarschijnlijk zul jij dat ook hebben. Dat alles wat je ooit dacht dat waar was, waar je je leven op hebt gebouwd, blijkt eigenlijk gewoon niet zo te zijn. Ja, nou dat is wel hoe ik er nu zelf in sta. Dat ik denk van ja, geen idee man. Exact. En dat is dus eigenlijk de mooiste houding die je kunt hebben van I don't know. Ja. Ja. En die voelt ook wel voorheen denk ik dat je heel erg waarde hecht aan dat je het precies wist. Nu voelt het bijna verlichtend of zo als ik zeg ja. Hey, ik heb geen idee. Ik lees gewoon alles en ik neem alle theorieën tot me. En uiteindelijk blijft er denk ik steken wat voor mij voelt als iets kloppends of zo. En weet je wat ik zo mooi vind? Dus op het moment dat jij kunt zeggen, ik snap het niet of ik weet, ik heb geen idee. Dat geeft die open mind, waardoor je geconditioneerde mind even gewoon zijn kop houdt. Want die geconditioneerde mind, ja, maar dit zit zo en dit zit dit. Nee, maar dat stopt dan even. En op het moment dat je dus in het I don't know bewustzijn zit, ik heb geen idee bewustzijn zit, dan juist ga je het zien. Want dan kan een grotere intelligentie kan jou gaan bereiken. Niet die kleine intelligentie waar we normaal in zitten van de geconditioneerde mind. Mm. Maar de grote intelligentie van God, spirit, source, universum, de natuur. Hoe je dat ook allemaal noemen wil. Mm. Dus gek genoeg, dat is ook weer zo'n rare paradox. Van op het moment dat je dus in het niet weten stapt,
ga je het juist weten. Mm-hmm. Maar niet op een mind niveau, maar op een, ja, op een ander niveau. Op een veel dieper niveau ga je verbanden zien. Ja. En het snappen of zo. Maar je voelt het gewoon, vind ik. Ja, dat is bij mij ook het beste omschrijf. Ik had jou vandaag natuurlijk nog een soort van casus voorgelegd over hoe jij ernaar keek of een bepaald onderwerp. En daar zei ik ook van, ook zoiets spiritueels wat ook te maken heeft met reïncarnaties en zo. En toen zei ik, dit specifieke ding, zeg maar, er is nog nooit bijna iets in mijn, waarin elke vezel zo'n beetje in mijn lichaam zegt van, dit is het gewoon, weet je wel. Dit klopt gewoon, waarin je gewoon opeens alles op zijn plek valt. Ja. En weet van, dit voelt gewoon voor mij als 100%, 100% de waarheid. Ja, en daar kun je niet mee discussiëren, toch? Of nee. Dat heeft ook helemaal geen zin. Nee. En dat is een diepere weten dan al dat mind. Eigenlijk dat hele mind weten, eigenlijk die dingen waar wij ons nu aan vasthouden als feiten. En een feit komt eigenlijk, ik lijk Marcel Messing wel, van het woord fair. En dat betekent maken. Mm. Dat doet Marcel ook alles. Alle woorden. Elke woorden worden. Ja, precies. Ja. Maar goed, het is dus een maaksel. We bedenken van alles. En dat worden dan feitjes. Die gaan we dan aan anderen vertellen. En wij nemen dat dan weer als waar. Maar het is eigenlijk allemaal drijfzand. En op een heel diep niveau weten we dat ook wel. En daarom leven we dus ook in een collectief. Een collectieve, maar ook een voortdurende staat van angst. Dat heb je niet zo door. Het is niet dat je de hele dag denkt van, ik ben doodsbang. Maar omdat in feite onze zekerheid is gebaseerd op dingen die totaal onzeker zijn. Dus schijnidentificaties met onze banen of met onze, nou, ik ben toch verzekerd. Of met relaties of met identificatie met ons lichaam. Maar al die dingen zijn tijdelijk en vergankelijk en kunnen ons zo worden afgenomen. En op het moment dat je dus jezelf op een dieper niveau gaat herkennen. En veel meer in dat gebied komt waar jij het nu ook over hebt. Van ja, maar ik voel dit gewoon in elke vezel. Dat geeft zekerheid. Maar echt een soort zekerheid. En niet een zekerheid die ontleend is aan een bepaald mind dingetje. Mm. Weet je wat mij opvalt laatst? En ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Is dat op het moment dat je, dit is ook bijvoorbeeld, want ik ga binnenkort ook met David Icke schieten. En dat de reacties daaronder zijn 99% of 95% zijn hartstikke tof. En voor veel mensen is hij een held. Maar er zit 5% bij die dan zegt van, ja, sorry hoor, maar zijn theorieën gaan zo ontzettend ver. En dit is natuurlijk ook de theorie die jij aanhangt en Marcia Messing aanhangt en nog wel een hoop andere mensen. Maar die gaan zo ontzettend ver. Deze theorieën zijn gewoon gemaakt eigenlijk om ons op het verkeerde been te zetten. Om zo ver van de waarheid weer vandaan te komen. Ja. Dan krijg je zo'n commentaar weer. Ja, nou ja, maar weet je, ergens is het dan ook wel weer goed om daar ook weer rekening mee te houden. Want I don't know. Ik heb wel eens een enkele keer, niet heel vaak, maar wel dat ik af en toe denk van, zou ik het nou gewoon helemaal bij het verkeerde eind hebben? Ja. Weet je wel? Dus dat al die mensen die nu gewoon braaf een vaccin nemen, weet je wel, en gewoon Hugo de Jong geloven op zijn blauwe ogen, als hij blauwe ogen heeft, van jongens, dit is goed voor jullie. Weet je wel, misschien hebben zij gelijk. Ja, je moet het ook weer niet helemaal uitsluiten of zo. Ik kan het me niet voorstellen hoor. Als ik ook gewoon logisch nadenk, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het hele verhaal klopt natuurlijk niet. Maar weet je, ik vind het wel fijn. Ik bedoel, ik blijf wel openstaan. En dat is denk ik wel belangrijk voor ook kritiek. Ik vind het niet altijd leuk. Ik heb hetzelfde als jij, weet je wel. Dus als ik naar mijn filmpjes, dan is laat ik zeggen, 99% is van te gek, fijn en zo. Maar er zitten ook altijd wel één of twee tussen die zijn, weet je wel. En ik probeer daar dan wel naar te luisteren of zo. Zeg van oké, maar misschien is dan, ja, heb ik hier nog iets van te leren. Mm-hmm. Nou, ik vind vooral het eerste wat aan mij te binnen schiet. Ik denk van ja, waarom zou je dit nu gelijk zo wegzetten als onzin of als controlled opposition? Hè, want die term krijg je dan vaak. Ja. Waarom zou je dat dan zo wegzetten terwijl je voor andere theorieën mogelijk wel openstaat of ook weer niet? Zeg maar, wie bepaal jij dan waar de waarheid stopt of waar de waarheid precies ligt of zo? Dat vind ik, denk van ja. Ook al neig ik naar een bepaalde theorie toe, sluit ik nog steeds andere theorieën in principe niet uit of zo, weet je. Maar ik zou nooit meer een bepaalde theorie op voorhand gaan veroordelen of zo. Klopt. Nee, dat is ook wat ik echt de afgelopen jaren
eigenlijk door schade en schande heb geleerd, is dat elke keer als ik dacht van nou, nu weet ik het wel of nu snap ik het, dan kwam er weer een diepere laag en dat je denkt van nee, echt waar? Toch? Ja. Ik bedoel, het is echt... Iedere keer ga je dieper. En ik denk ook dat mensen die a priori iets afwijzen, dat die... het is ook een soort vorm van zelfbescherming, denk ik. Ik bedoel, ik denk ook dat jij... als ik jou 4 jaar geleden had gezegd van... by the way, Jorn, we worden geregeerd door reptielen die het echt de slechtste met ons voor hebben. En bla, 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 bla. Dat jij waarschijnlijk ook iets zegt van... Ja, kom op, Tijn, weet je. Er was iemand bij mij, die kreeg ik ook vaak, ja. Maar er was iemand die mij dit 1 jaar geleden vertelde. En toen dacht ik, heb het niet gezegd. Toen dacht ik, ja, knettergek. Ja. Moet ik hier nog een gesprek mee gaan voeren? Precies. En dus ik weet nog van... Ik weet niet of ik dat net ook al zei over Marcel Messing. Dat ik ontmoette hem 15 jaar geleden of zo. En toen vertelde hij deze dingen al. En ook trouwens de boeken van Ike, die las ik ook al... Weet ik veel, ook al denk ik 15 jaar geleden... dat ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam. Ik dacht echt van, nou, die zijn echt helemaal van het padje. Dit is zo'n raar verhaal. Dus het heeft ook tijd nodig. Jij en ik hebben ook tijd nodig gehad. En... maar het punt is wel dat je, als je eenmaal op die weg zit, dan kun je ook niet meer. Je kunt het niet. Hoe heet die? Zei dat ook zo mooi in jouw podcast laatst? Hoe heet die? Wie, Gideon? Gideon. Van als je het eenmaal ziet, kun je het ook niet ontzien meer. Hè? Mm-hmm. Dat gaat gewoon niet meer. Als je het eenmaal door hebt, dan zie je het ineens overal. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat dat. Maar goed, ik denk dat. Ik kan me voorstellen, en ik zie dat veel om me heen... dat mensen zichzelf voelen, denk ik, van... ja, ik kan dit niet... als ik dit echt zou accepteren... dan valt mijn hele leven valt uit elkaar. Mm. Dan is niks meer zeker. En dat is heel heftig. Niet iedereen... Het gaat stapsgewijs, denk ik, wat je net zegt. Als ik het voor mezelf in ieder geval beschouw... zo, dan denk ik dat het iedere keer, als je er klaar voor bent... weer een laagje erbij kan pakken. Ja. En dan zit je even in dat onderwerp. En daarom hou je hem daar. En dan is alle andere theorieën zijn net even iets te veel of te ver. Ja. En dan maak je weer ruimte. En dan kan je er weer instappen. En dan kan je weer een laagje dieper. Zonder dat je het per se... klakkeloos als waarheid aanneemt, maar je kan het tot je nemen. En dan komt dat later wel weer, vindt het weer een plek, denk ik, in jouzelf. Zo werkt het. En wat ik ook interessant vind, is... een tijdje terug hadden we het over mensen die zich al als kind hier niet helemaal thuis hebben gevoeld. En dus eigenlijk al hun hele leven hebben geaccepteerd van... ja, ik ben nou eenmaal anders of zo, of een rebel zijn geweest. Voor die mensen, daar reken ik jou dan bijvoorbeeld ook toe... is het makkelijker om te accepteren van... nou ja, oké, weet je wel, ik ben een eenling misschien... of in ieder geval, ik hoor bij een kleine minderheid... die een andere mening heeft. Maar prima, want ik heb mijn hele leven al daarmee moeten dealen... dat ik er niet bij hoor of dat ik nou helemaal anders ben. Terwijl voor de meeste mensen is het superbelangrijk om erbij te horen. We zijn natuurlijk toch groepskudde dieren uiteindelijk op een bepaalde manier. En dat zie ik eigenlijk op dit moment als de grootste belemmering, denk ik, voor heel veel mensen om hun mening bijvoorbeeld ten aanzien van COVID of zo te herzien of daar gewoon kritisch naar te kijken, is omdat ze gewoon ontzettend bang zijn om buiten de groep te vallen. Mm-hmm. Weet je, dat is ook een hele existentiële angst is dat. Om er niet meer bij te horen. Weet je, om uit de groep gegooid, verstoten te worden. Ja, dat is wel een goeie dat je dat zegt. Ja, want zo heb ik me inderdaad eigenlijk altijd gevoeld. Dus voor mij was dat geen nieuw gevoel. Ik was op mijn 14e was ik al punk. En had ik zoiets van, fuck it, weet je wel. En jij ook. Mm. Dus voor ons is het, oké, here we go again. Maar... voor de meeste mensen is dat niet zo. Nee. Die willen erbij horen. En dat snap ik. En dat is ook. Als je echt in je kracht wil komen te staan, dan moet je alleen durven kunnen zijn. En een eenling en er niet bij horen. Durven horen. Ja. Die is wel waardevol, ook wel om wat compassie weer op te wekken voor de mensen die nog steeds hun mond houden of nog wel meedraaien. En dat had misschien. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Wordt zwaar komende periode, denk ik. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik ook. Ik zie ook wel dat het de komende tijd... de agenda is eigenlijk heel duidelijk. Dus ervan uitgaande dat die agenda
uitgerold gaat worden, wordt het er niet leuker op. Maar ik heb me er zelf wel bij neergelegd in de zin van dat ik, oké, weet je, dus dat betekent voor mij dan, want ik ga niet mee met QR-codes of vaccinatiepaspoorten. Ik heb dat ook heel duidelijk gemaakt naar mijn omgeving. Dus dat betekent dus waarschijnlijk niet meer reizen naar het buitenland. Dus niet meer uit eten. Dus alle consequenties die dat met zich meedraagt. Maar wat ik ook zie, is dat dat ook weer de mogelijkheid voor ons brengt om weer nieuwe dingen te gaan ontdekken. Dus oké, ik kan niet meer naar de kroeg. Maar ik kan natuurlijk ook mijn eigen kroeg beginnen of zo, weet je wel. Ik kan niet meer naar Paradiso om naar een concert te gaan. Maar ik kan wel op een andere manier misschien, weet ik veel, in huiskamersettings, concerten. Dus ik zie ook wel, ik denk dat wij elkaar, Jorn, wij hadden elkaar ook nooit ontmoet waarschijnlijk als dit niet was gebeurd. Dus er zijn zoveel waardevolle vriendschappen die nu ontstaan. En samenwerkingsverbanden. Dus dus gemengde gevoelens. Aan de ene kant, ik zie er ook best wel tegenop wat er gaat gebeuren. Ik vind het niet per se leuk allemaal. En, maar ik verheug me ook in alle mooie dingen die we aan het neerzetten zijn en aan het doen zijn. Volgens mij gaan we er gewoon een feestje van maken, man, komende periode. Nou, ik vind het fijn dat je dat zo ziet. Ja, ja. Ik denk het wel. Ik denk, we krijgen ook de gelegenheid, want ook de muziekindustrie met alle subsidies en platenmaatschappijen en nou, dat is dan de muziekindustrie, maar zo gaat het eigenlijk in elke scene. Die grote corporates ertussen. Het is zo verrot en giftig en zo allemaal. En ja. Dit is gewoon nodig. De tijd komt er nu aan dat we onze creatiekracht weer moeten inzetten. Ik zeg het nu voor de tweede keer, maar het is wel zo, denk ik. En ja, dat we dat ook gaan doen. En dan, dan ben ik er echt van overtuigd. Ik ben een rasoptimist, dat dan wel. Maar daar ben ik er wel echt van overtuigd dat we in staat gaan zijn tot mooie dingen komende periode. En dat we, ik heb zoveel vertrouwen gekregen in wat je net ook zei. Al mijn ontmoetingen met al die fijne mensen. Ik voel me daar ook bevoorrecht in, hè, dat ik dat mag doen. En dat ik mensen als jij mag ontmoeten. En naar zoveel andere mensen die ik in de podcast heb gesproken. Niet alleen een podcast. Dat geeft mij wel het vertrouwen als ik zie wat daar van kracht uitkomt uit dat soort mensen. Nou, dat ik denk van ja, dat ook al wordt het nog veel zwaarder, daar gaan hele mooie dingen uit ontstaan. En zolang je pad blijft volgen en je bereid bent om het werk te doen wat er voor nodig is. Nou, en dat komt ook weer terug op waar we het net over hadden, dat heel veel van de systemen waarin we nu leven eigenlijk allang aan vervanging of verandering toe zijn. Neem het economische systeem, weet je wel. Het is natuurlijk heel heftig als straks de boel volledig instort, wat waarschijnlijk wel een keer zal gebeuren. Dat je geen geld meer uit de muur kan halen, dat je geen boodschappen meer kan doen met geld dan. Maar weet je, als we heel eerlijk zijn, dit systeem is natuurlijk al hartstikke verrot. Ik bedoel, kijk, alleen al in het afgelopen anderhalf jaar hoe de rijken nog veel, extreem veel rijker zijn geworden. En hoe arme mensen nog veel armer zijn geworden. Ik bedoel, dit systeem is gewoon een verrot systeem. En dus, het is heel heftig als het gaat instorten. Maar eigenlijk zouden we er blij om moeten zijn. Mega. Ja, hè? Ja, ik vind van wel. Kijk hoe ongelijk de wereld altijd was. Kijk wat zijn we nou aan het doen, weet je wel? Zoom eens uit soms. Wat godsnaam zijn we aan het doen? Je zei net ook al, al die onzinbaantjes. Iedereen gaat van 9 tot 5 naar zijn werk toe. In grijze gebouwen, op elkaar gepropt in flats. Ja. En wat is dat nou leven, serieus? Ja. Om dan een Audi of zo voor de deur te hebben staan uiteindelijk. Ja. En dan, ik denk dat we tot de realisatie komen dat dat bullshit is. Ja. En in ieder geval een deel. En daarmee kunnen we mooie dingen gaan doen. Ja, precies. Nou, ik ben heel blij met je optimisme. Ik deel het ook. Maar het is ook heel fijn om het af en toe van een ander te zien en te voelen. Ja. En ik ben ook ontzettend dankbaar dat ik bij jou in de podcast mag zijn. Want ik volg jou al een tijd. En wat jij zegt van wauw, de mensen die jij inmiddels hebt gesproken, echt ongelooflijk. Echt een petje af daarvoor. Dus ik voel me echt vereerd en ontroerd. Ik merk het ook echt met die tranen van in mijn ogen. Dat ik deel mag zijn hiervan, van deze beweging. En dat ik jou ook mag leren kennen op deze manier. Ja, maar het is 100%, het is 100% wederzijds. Als gezegd, ik zei al toen ik je boek las, dat ik aan het einde ook wel even een traantje moest laten. En ik voelde me ook eigenlijk door het boek wel verbonden met jou ook gelijk, weet je. Want ik las natuurlijk jou daar gewoon ook in terug. Ja.
En, je zit al op het niveau van Christina. Nee, schei uit. Maar ja, en ik hoop gewoon dat dit soort verhalen gewoon mensen mogen raken, weet je wel. En, ja. En ik denk dat je dat supergoed doet op je Insta en met je boeken. Dus super dank dat je wilde aanschuiven. Dankjewel. Misschien nog één ding over verhalen. Einstein die schijnt ooit gezegd te hebben dat de wereld niet uit atomen bestaat, maar uit verhalen. En ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. En ik realiseer me inderdaad dat de verhalen die wij elkaar vertellen over wie we zijn, waar we heen gaan, wat onze geschiedenis is. Hè, dus die bepalen heel erg de realiteit waarin we leven. Hè. De verhalen die we geloven, dat is de realiteit eigenlijk. Mm. Zo ordenen de atomen zich uiteindelijk. En daarom is Timebender voor mij ook belangrijk geworden. Omdat ik me realiseer, Timebender is een nieuw verhaal. In zekere zin, een nieuwe mythe of een nieuw verhaal. En we hebben op dit moment nieuwe verhalen nodig. We hebben nieuwe inspiratie nodig. Want die oude verhalen die creëren nog meer steeds meer van het oude. Mm. Hollywood. Steeds hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus nou ja, en dus nieuwe verhalen, nieuwe inspiratie. Daar verheug ik me heel erg op in deze tijd. Ja. Absoluut. Ja. Dankjewel voor deze. En die nieuwe verhalen die breng jij dus met je podcast. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Oké. Okay. Ja, ja. Dus nou ja, ja, super bedankt. Ik voel me echt waar vereerd dat je er zo over spreekt. Doet me enorm veel. En ik kijk ook uit naar alle nieuwe verhalen die we de komende tijd gaan mogen tot ons mogen nemen. Want dat zullen er vast een hoop zijn. Ja, dat denk ik ook. Tijn, mega bedankt man. Jij ook, Jorn. Dank je. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik onwijs wel. Ik ga nog eventjes in de description ergens sowieso Timebender in het boek zetten waar jullie het kunnen halen en zo. Dus dat ga ik helemaal voor jullie regelen. En als jullie het tof vonden, doen jullie mij een groot plezier om de video te delen op je social met je vrienden. Als je hem voelt. En abonneer ook even op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. Wil je een bijdrage leveren, dan kan dat ook. Bezoek dan mijn website www.jornluca.com. Daar kan je een financiële bijdrage leveren. Daar kan je ook iets anders doen, ondertitelen. Of als je iets anders tofs bij te dragen hebt, let me know. info@jornluca.com. Dan gaan we er naar kijken en we zien jullie ontzettend snel weer. Peace.